Sam, je stuurde mij gisteren uh, om in te vallen, omdat Evert zijn vrouw op het punt stond om te bevallen. Ik kom hier aan. En wie zit er? Ja. Ja, het, is, het was eergisteren, denk ik. Ja, het was eergisteren, gisteren, uh, juist. Deze, deze morgen is een rollercoaster van emoties geweest voor mij. <laughs> uh, het begon met dat ik uh, stuur naar Evert succes, want normaal gezien ging uh, vandaag iemand ingeleid worden, zoals je dat zegt. Uh, en hij antwoordde niet direct, dus ik dacht, ja, ja, het is aan het gebeuren. En dan las ik mijn bericht nog eens. Dus ik had er ook bij gezegd, kusjes aan Laura. En dan dacht ik, oei, hij is daarom niet aan het antwoorden. Om dan daarna het bericht te krijgen. Ik doe toch mee met Mits, want er beweegt op dit moment nog helemaal niks. En Mits gaat voor op de baby. En ik zei, oké, okay, uh, Evert, fantastisch. Ja. Mijn vrouw wou heel graag de 29e februari bevallen. Vandaag dus. Ja, ze vond dat leuk. En dus ze wou er alles aan doen om, om dat in orde te krijgen. Maar de dokter heeft eigenlijk... Uh, Professioneel geweigerd. En, uh, omdat de baby professioneel niet... geweigerd? Ja, de baby ligt nog te ver. Je hoort het, dan. Dus het, het kan nog voor elk moment zijn, maar niet vandaag. Misschien ook leuker voor het kind. Hè? Anders heeft hij één keer om de vier jaar, maar een verjaardag. Ja, dat zei ik ook. Ja. Dan is hij wel of zoals een WK. Ja. Heel uniek. Ik weet wel, hoogzwangere vrouwen zijn echt wel ingewikkeld. Dus... dat is heel diplomatisch nee, gezegd. Dus gisteren stond hij de ramen nog te kuisen. Vandaag, deze morgen vroeg stond er een nieuwe frigo voor de deur. Twee minuten later, tien zakken potgrond. Had ze allemaal nog besteld. Moest ik allemaal nog binnensleuren. Ja, speciaal. Yes. Dus ik hoop dat die baby erop is. Staat het, het, ja. het geluid van uw GSM aan? Ja, ja, ja. Dus de enige nummer die er kan doorkomen is Laura. Oké, okay. ik moet wel zeggen: voor we aan beginnen, begin het wel stil aan gewoon te worden om in deze zetel te zitten. Hè? Uh, Allee, het is 2024, Sam. Je hebt hier één keer gezeten, dit jaar. Uh, ah ja, met de Afrika Cup. Ja. Ja, 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 dat klopt. Maar ja, ik zit wel sinds de Afrika Cup. Ik heb geen aflevering meer gemist. Hè. <laughs> dat is wat, dat is wat is het weer. Ik ben hier even aan het testen of dat klopt wat even zegt. Maar ja, dat joh, klopt. jij komt er niet door. Ik kom er niet door. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, ik klaag niet. Ik ben blij jullie nog eens te zien. Vooral u, Sam. Uh, vroeger gingen wij af en toe padellen. Dat is geleden van voor de zomer. Hè. Ja, sinds ik Hasselt heb, is dat onmogelijk. Ja. ja. Maar we kunnen ook wel lessen gebruiken. Onze gast van vandaag die kan ons daar misschien bij helpen. Goed oh. in padel, heb ik vooral gehoord. Nog niet gezien. Uh, onze gast van vandaag is ook iemand die nog maar een paar maanden terug in het land is. Is ooit opgestaan uit de dood. Uh, was betrokken bij de eerste Europese goal van Francesco Totti voor Roma. En heeft één EK <laughs> en één WK gespeeld. Welkom Yves van der Hagen. Applaus. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Mooi. Dag Yves. Ja, dat is een mooie, mooie intro. Zou ik zijn. En vooral die golf van Totti. Klopt, hè? Ja, ja, ja dat was echt wel uh, eentje om in te kaderen. Die jongen is 18 jaar, denk ik. Komt daarin tegen Eendracht Alst. En uh, doet dan een crochet. Ik denk dat uh, Fred van der Hoorn, onze, uh, ja, zo zegt, libero, laatste man, um, ja, volledig hem smijt eigenlijk. Maar ja, uh, die, die schitterende dribbelbeweging. En schiet hem ook nog keihard binnen. Dus ja, dat was. 4-1, denk ik, of 4-0, dat we verloren hebben met een uh, eerste Europese wedstrijd. Maar hadden jullie dat op dat moment door? Allee, ik snap dat je niet door hebt, want een legende dat later nee. wordt, maar van hier valt een megatalent in. Wat we hadden wel gehoord dat er een, een groot talent op de ja. bank zat, maar dat hij okay. dan uh, zo'n ja. carrière ging bij elkaar spelen, dat is altijd af te wachten. Hè. Je kunt dat niet zeggen. Hè. Misschien, Vincent Compagnie, 18 jaar, dan konden we misschien wel zeggen. Maar ja, in de. We, we kenden dan uh, Dien en Totti nog niet zo goed. Om te zeggen, hij gaat hier uh, ja, tot zijn veertigste zeker meedraaien ja. op, uh, op het hoogste niveau. Dat ja, is uh, de eerste Europese goal van Dien en Totti tegen Eendracht Aalst. Ja, en, uh, en uh, nog een wedstrijd in de mist, was dat? Ja. Nog een zware wedstrijd in de mist, hè, ook tegen Roma. Letterlijk en figuurlijk. <laughs> Hebben wij 0-0 gespeeld thuis op het stadion van Anderlecht. En ik denk niet dat er iemand uh, een, een combinatie gezien heeft, ja. want we konden, we konden zelfs, als we op de helft stonden, konden we de goal niet zien. Dus soms was er een lange bal op weg en dan, uh, ja, dan, dan hadden we zoiets van, ja, waar is die? Ik zie hem niet, hoor. Dat dus was ook echt heel moeilijk. Tegenwoordig zou dat zeker ja. afgelast zijn. Ja. Fantastisch. Uh, je bent nog maar net terug in het land. Hè. Hoe lang ben je terug in België? Toch al van... Uh, 18 november, oh, denk okay, ik. Ja, okay. ja, ja, toch wel een alleen, tijdje, ja. Ja. Heb je het gemist eigenlijk toen je, toen je weg was? Heb je België gemist? Um, ja, wel. Natuurlijk uh, mist je België, omdat je echt wel ook uh, een chauvinist Belg bent. En omdat je hier ook al, uh, ja, altijd al te werk gesteld geweest bent. Uh, en mijn familie zit hier ook, hè. dus dat is wel een belangrijk uh, gegeven, factor. En uh, ja, dat zijn toch wel momenten dat je een groot gemis hebt. En um, het enige wat, wat, wat ik dan misschien kan positief zeggen is, um, ik heb me alleen moeten bezighouden met voetbal. En voor de rest was het allemaal me-time. Uh, het was daar ook wel niks te doen, hè? maar ik heb heel veel rust daar gekregen. En dat was een keer niet van links naar rechts... Uh, dat er gevraagd worden. En, ja, 15 jaar profvoetballer, 15 jaar coach, 30 jaar actief in de ProLeague, eigenlijk laten we zeggen. En nu is het het eerste jaar dat ik er niet bij ben. Uh, maar het heeft wel een, een rustmoment gekend. Ja. Ik vond dat wel eens een, een bizarre move voor Yves Van der Hagen. Ja, dat is iets. Uh... Om naar Saudi-Arabië te trekken. Dus ja, dat... ik ben nog nooit in het buitenland geweest. En ja, het is heel onverwacht gekomen komen. Uh, er was in, ja, verleden jaar na mijn ontslag dan in Oostende, was er ook niks meer gekomen buiten één keer een vraag van Zulte wagen, waar okay. ik dan nee op gezegd heb. En ja, to, er waren nog vijf matchen te spelen en ik wou absoluut niet hebben dat er op mijn cv ging uh, staan dat ik ging zakken. Ja. En ik denk dat ze er toch heel dichtbij waren. Ik moet zeggen... Um, de Dollander en de Vouw hebben het eigenlijk echt wel goed gedaan dan. Ze kwamen een puntje ja, ja. tekort. Ja. En, dat en ik had misschien zoiets van: ik ging misschien dat puntje <laughs> al, euh, achteraf. Ja, ja. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. En voor mij was het vooral sportief um, dat ik dan op mijn CV ging hebben: nee. van ik ga zakken. En dat ging dan op mijn naam terechtkomen. En nee. dat vond ik niet, niet terecht. En kon daar niet mee leven. En um, wat ik dan misschien ook niet wist: dat de competitieformat uh, dit jaar. Het permitteerde om twee directe stijgers, dat, 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 dat wist ik ook niet, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen. Terwijl dat ze toch wel heel veel kans maken om, om over te gaan, ja. denk ik. Ja. Want ertussen is er ook wel alweer ja. Ja, een heel leuk match gespeeld en hebben ze het wel lastig momenteel. Maar normaal gezien zouden ze toch nog moeten overgaan. Dus je had het hè? eigenlijk misschien wel graag gedaan, achteraf bekeken? Achteraf? Ja, ja ik vind het zeker een mooie club. En uh, waar je uh, uh, dan uh, niet alleen uh, nu naar uh, de fundamenten, het, uh, de accommodatie moet kijken. Ja, Zot zo Warham is uh, de ploeg die het langst van al in eerste klasse gespeeld heeft na elkaar, seizoenen na elkaar. En voor mij was dat wel een beetje een verrassing dat ze toen uh, gezakt waren. Hmm. We kijken nu terug op je, je avontuur dat je in het buitenland hebt gehad. Je zei net het eerste buitenlands avontuur, meteen Saudi-Arabië, zoals Evert zei. Een move die misschien veel mensen niet verwacht hadden. Kijk je daarop terug? Want het was kort, maar misschien ook wel intens? Um, ja, intens zou ik niet zijn. Zo lastig was het daar niet. <gacht> hoe hoe zou je dat opschrijven? <gacht> ja, nee. Het uh, enige dat je moet doen is je focussen op die voetbal. En voor de rest heb je niks te doen. En als er thuis een uh, aan de bouw staat en uh, je moet binnen om een uh, reparatie te doen, dan moet je het allemaal niet aantrekken. Dus uh, ik moest <gacht> aan niks denken, gewoon de voetbal. En nu en dan een keer naar huis bellen. Maar Het was het in tweede klasse daar. Hè. Hoe zeg je? Het was in tweede, het was tweede klasse. klasse ja. o, hoe is dat niveau dan? Uh, ik denk toch wel te vergelijken met 1B. Okay. Ik denk als okay. wij met Al Fisali zouden in 1B spelen, dat we toch ook uh, in de bovenste schuif zouden zitten. Ik zeg niet dat we kampioen zouden spelen, maar ik denk wel dat we weerbaar zouden zijn om, om, om daar aan mee te doen. Uh, hm. eerste drie zie ik ons wel belanden. Maar. Um, de ploegen zijn vooral afhankelijk van de goede Saoedi's. En dat is een beetje het probleem. Je uh, mag in een uh, in ploeg uh, zeven um, buitenlanders uh, opstellen. Mm. En je zit echt wel afhankelijk van het niveau van die jongens. En ook uh, de continuïteit van hun prestaties. Niet alleen van dat ze één wedstrijd goed spelen, maar het gaat erom dat ze dus ergens een beetje regelmaat in hun prestaties brengen. En vooral niet gekwetst raken. Mm. Maar wist daar iemand in Saudi-Arabië wie jij was toen je aankwam? Want ja, Belgisch voetbal, Belgische trainers zullen ze daar toch niet echt kennen. Misschien Michel Predom, ja? Nee, maar ik denk dat er daar nog veel meer nobele onbekenden zijn. Hm. Terwijl, ja, ik kan niet uh, over mezelf, is uh, te veel stoefen. Maar ik heb toch een wereldbeker gespeeld, ben toch uh, international geweest. Dat wisten uh, ze wel. Uh, nou ja, ja dat zeggen. wisten ze wel, want ik ja. denk dat daar ook uh, een beetje de beslissing uh, op terecht komt. Hey? Dat ze zeggen van, hij ah, heeft wel een cv hij heeft Pfft. waarschijnlijk nog wel op een voetbalveld gestaan. Terwijl, <laughs> er zijn daar zeker ook nog trainers uh, vanuit Brazilië, die, die waarschijnlijk nooit op een uh, ja, ja. deftig niveau geshot hebben, maar die daar ook aan de slag zijn. Dus ja, ik um, denk dat dan mijn cv wel Tuurlijk. mij mm, iets vooruitgeholpen heeft. Je hebt dus, het niet overwinterd. Ja, Alleen dat al, eh, al die zijn Maar ja. ik vraag me ook af, is dat financieel dan zo het grote wauw, Saudi-Arabië? Wel, um, zeker in de eerste klasse wel, hè, denk ik. Als je ziet uh, ja, de, wat ze van bedragen betalen, onlangs nu ja. een zwaar bod voor Kevin De Bruyne ook. Maar in die tweede klasse is dat absoluut niet zo. Uh, ik moet zeggen, um, er zijn heel veel spelers um, die, de Saudis en ook de buitenlanders, die daar naartoe gaan. Waarom? Omdat ze meer verdienen. Ze, ze verdienen ongeveer hetzelfde, denk ik. Um, zoals in eerste klasse, buiten de toppers natuurlijk. Uh, hier in België. Dus uh, okay. een modale speler hier in België gaat evenveel verdienen als in die tweede klasse. Oh, ja. maar voor de trainers is dat natuurlijk niet zo. Um, zij geven alles uit naar spelers toe. En de trainers mo moet, moet kregen een budget... Voor mijn vier trainers. Dus voor mijn Gino Kaan, Wesley de Schacht en de Braziliaanse keepertrainer moest ik ook betalen met mijn budget. Hm. Dus, dat was... dus hoe minder dat je hun betaalt, hoe meer dat je zelf krijgt. Nee, eigenlijk wel, maar ik probeer dat toch wel een beetje uh, de kerk in het min te houden en eerlijk te zijn. Maar... Ik had wel het meeste, maar <laughs> dat is ook wel logisch, denk ik. Maar had je inspraak in transfers dan? Um, dat was een hele procedure. We kwamen daartoe in juni en eigenlijk uh, was er uh, iemand waar ik al jaren mee contact had. En je zei van als je een keer naar het buitenland gaat, gaat uh, dan da ga ik je een keer contacteren en ik ga je wel een keer brengen naar, naar ja, Kuwait, uh, Dubai of een van die landen. Ik zei ja, bel maar. Hè. En op een heel moment uh, belt hij mij op naar morgen. Yves je moet vanavond naar Brussel komen, de voorzitter van Alfis Alias in het Land. En je gaat een heel nieuw op trainers zien en mee praten. Maar tegen, binnen drie dagen moet hij een trainer hebben. Ik zei ja, oké, doe daar niks verkeerd aan. En we hebben wij, uh, naar een hotel hier in Brussel geweest. En dan uh, de, nadien nog wat eigenlijk gaan wandelen en iets gaan eten ook. En het was tot twee uur s'nachts. En uh, ja, blijkbaar uh, was dat wel een goed gesprek geweest. En, de volgende dag wou hij mij weer zien s'avonds. Maar ik heb dan gewacht tot de, de dag nadien, morgens, om met hem te gaan ontbijten. En tot, dan zijn we tot een akkoord gekomen. De week nadien zijn we direct naar daar geweest, om te kijken naar de accommodatie. En ook de situatie van de club. Uh, welke spelerskern, waar wij samen met ook Kanda een volledige analyse van de ploeg hebben moeten maken. En dan moesten we beginnen recruteren. Maar wij moesten alleen maar zorgen voor de buitenlanders. Ja, ja. En dan zeiden wij, ja, we hebben waarschijnlijk 500, 600 spelers bekeken Poh, voor zeven buitenlanders te hebben. We ja. hebben daar uren eigenlijk zitten aan werken om, om, ja, om, om de juiste profielen te vinden. En ik vind wel dat we daarin geslaagd zijn. Um, ik, ik denk dat ze nog altijd kans maken om bij die eerste drie te zijn. Ze hebben een heel moeilijk um, um, periode gehad toen ik ver, vertrokken ben, ze hebben dan acht matchen. Um, in de jachtmatchen hebben ze drie keer verloren, uh, drie keer uh, gewonnen en twee keer gelijk. Maar nu hebben ze een betere periode. Ze hebben nu wel weer verloren dinsdag, maar ze hadden drie keer gewonnen met 1-0 en 1 gelijk spel, 10 op 12. En ze kwamen terug op drie punten van de derde plaats. Maar ik geloofde daar ook in dat dat mogelijk was. Hmm. Um, dus ja, dat, dat is. Uh, maar tegen dat we al die profielen hadden en eigenlijk hebben we soms ons eigen een beetje de, de, de miserie aangehaald omdat we ja, niet tevreden waren met de profielen die, die kwamen. Wij hadden, Saoedi zijn ook al redelijk klein van gestalte, dus maar in het moderne voetbal, ja, stelstand fases, dan moet je een beetje gestalte hebben in je ploeg. En dan ja, iedere keer als er een profiel kwam van een meter 68, zei je nee, 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 en, en ja, dat, dat werd op een duur ze keken van naar mij zo van ja, maar ja ik zeg nee, moet je een hebben van de meter 80 minimum. En de, de laatste... Maar je tegenstander zijn ook wel kleine spelers dan? Ja. Of zijn zo de grote saudis ja. stinkend Maar dan maakt het die al het verschil, he? contracten krijgen, Ja, sowieso. Dat snap ik, ja. Dat was ook een klein beetje mijn punt. Dat je dan inderdaad kon gevaarlijk uh, zijn en dat je verschil kon maken. En dat is toch wel belangrijk tegenwoordig ook nog altijd, hè? Absoluut. Dat is eigenlijk nog meer, nog meer uh, uh, data in, in je ploeg naar een concept bouwen, precies. Omdat je, je komt daaraan en je mocht 500 spelers bekijken je, dat, je kunt echt een ploeg zetten zoals dat je het zou willen, in het ideale geval. Be ik zoek, so nog, ik ja. zoek drie grote spelers, ik zoek twee snelle buitenspelers. Eh. Maar dat was ook wel. En, uh, eerst en vooral. Toch in het voetbal? In de, in de meetings ja, waren er zeven nieuwe spelers. Ja dat, ja, dat ja, dat is veel, veel toch? In de meetings werd er overeengekomen welke kiespelers we nodig hadden: en uh, dat waren uh, één centrale verdediger, uh, twee centrale middenvelders, een spits en eigenlijk twee, een linkse en een rechtse flank. <laughs> en dan een keeper die, die ook wel belangrijk was. Dus en die keeper hadden we heel snel. De spits hadden zij al gevonden. Um, en en ja, wij waren er ook wel over tevreden. Als we de beelden zagen, maar hij heeft enorm veel uh, problemen gehad met zijn knie, uh, patella en ontstekingen. En ja, als je dat wat minder zet, dat, 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 dat zie je sowieso in je oh. prestaties ook. Je mm. moet vet zijn om, om zelfs op dat niveau dan goed te zijn. Mm. Uh, ja. maar. Er was één speler van Kortrijk dat ik vroeger... Larry Yazouni. En eigenlijk voel je ook wel dat die jongens die dan in Europa gevoetbald hebben, niveau, niveau hoger zijn dan de Saoedi's. Ja. Absoluut. Maar dat heeft tijd nodig gewoon. Hè? Ja, ze, hebben, zullen, nog, ze zullen... hebben nog een periode nodig. Okay. En niet alleen om zelf beter te worden, want de opleidingen, ze, ze investeren daar enorm veel in, ook bij de jeugd. Uh, worden er, uh, bij de belofte bijvoorbeeld wordt er ook een buitenlandse trainer gezet. Die staf wordt ook al een beetje uh, meer omringd van mensen vanuit uh, Tunesië of, of Marokko. Zo, allemaal die jongens die dan ook wat ja. Arabisch spreken, maar ook wel misschien kunnen Engels een keer uh, gaan vertalen naar verschillende spelers. Want uh, ja, die trainer staat dan daar. En uh, bij ons was er een Portugees. Maar naast hem was er dan ook iemand van Tunesië die dan Arabisch sprak als die training had. Dat is ook ja. wel nodig, ja. uh, want uh, uh, heel veel Saoedi's spreken dus geen woord Engels. Ja. Maar je eerste gesprek met zo'n voorzitter dan, wa waarover babbelt in godsnaam? Want je, je, je kent die spelerskern niet. Ik snap, als nu aanleg komt, dat je wel redelijk snel kunt zeggen: ja, ik zou het zo en zo, dat is mijn filosofie om met deze groep te doen. Maar, maar er wordt constant vertaald. Dat is eigenlijk wel ja. een vervelend gesprek. He. Dat is uh, constant wachten tot dat... Uh, hij het begrepen heeft, ja. en elke keer weer opnieuw beginnen. En dat is eigenlijk het verhaal, dat is een rode draad door Hans, het verhaal van Saudi. Hè. Dus zelfs op training werden al de oefeningen vertaald. Hè. Ja. Uh, theorie wordt de hele tijd vertaald. Hè. En uh, wordt het juist vertaald? Uh, dat weet ik ook nog niet altijd. Hè, want uh, ja, nee, nee, ik had niet het volste vertrouwen in mijn <laughs> eigenlijk. Redelijk belangrijk, zou ja. ik denken, nog kans Absoluut, zeker belangrijk. <laughs> maar misschien is dat wel belangrijk dat we iemand, uh, die dan uh, vanuit België komt, en die die mij dan wel uh, ergens het vertrouwen uh, mm -hmm. kan, kan geven ja. dat ik zeg van vertrouw hem nu, maar bij mij was het iemand van Palestina denk ik die portugees Engels sprak en uh, Arabisch en uh, zelfs de voorzitter zei tegen mij: Ja, maar je vertaalt het niet allemaal juist. En <laughs> ik sprak ook: uh, Ja, je zei het. Dus. Dat is zegt, dat zegt super demotiverend. Uh, ja, je zei het. Zegt hij, van, uh, je moet zijn mening niet geven, je moet gewoon vertalen. <laughs> <Ja>. <laughs> eigenlijk, waarin, dus eigenlijk een extra trainer die je misschien had, zonder ja. dat je het wist. Ja, en die al het werkte die ja, tijd. Ja. Ja. En, en ook: uh, wij waren dan daar een week geweest voor alles te gaan analyseren en proberen ja, de werking een beetje in hang te zetten en uh, wij kregen dan nog een week dat was dan uh, de laatste week van juni 3 juli zijn we begonnen en wij kregen nog een week voor thuis bij de familie te zijn en elke dag stuurde die 15, 20 profielen En wat doe je think about hè? wat denkt je ervan, zegt hij, gaan we hem pakken of gaan we hem niet pakken maar dat, eigenlijk waren wij maar betaald vanaf juli maar we waren in juni en we zijn in een moment gerustgelaten geweest met al die profielen die kwamen <laughs> En dan, dan, dan dachten wij van, ja, ja, hebben wij nu nog, zijn we nu aan het werken of zijn we niet aan het werken? En dat was tot ja, vervelens toe. Profielen, profielen, profielen. Wij, allee, ik heb heel veel ook achter de computer gezeten dan. Hmm. En dat, was, uh, ja, dat was eigenlijk geen goede start. Maar heeft je dat nu wel zin of geen goesting gegeven om een nieuw buitenlands avontuur aan te gaan? Goh, um, uh, eerst en vooral, uh, uw vraag kwam waarom naar daar gaan. Uh, ook omdat er niks anders nu meer kwam. Dus ja, als je al zeven maanden thuis zit, uh, dan denk ook wel een keer na van, ja, uh, uh, we gaan we werken of gaan we thuis zitten? Wachten totdat er iets komt en uh, je weet niet goed wat je moet doen. tegenwoordig de trainerswereld is uh, ja, niet zo'n ja, zekerheidje om, om een job te hebben. Uh, ik moet zeggen, ik heb dat lang volgehouden, want ik heb al vijftien jaar eigenlijk constant in die uh, eerste klasse actief geweest. En, en ja, momenteel de Belgische trainers, ik weet het niet of, of er daar veel vraag naartoe is. Dus dat is voor mij ook een beetje afwachten en, en gissen wat dat er gaat gebeuren. Als, als ik nu tot uh, mei of juni weer helemaal alleen thuis zit en koor niks van interesse, dan ga je dat misschien opnieuw doen, dat weet ik niet. Maar als je kan kiezen, dan wil je wel een club in België tuurlijk, hebben. Tuurlijk. Maar waren er geen gesprekken met Oostende? Aan de gang? Um, voor het uh, seizoen waren er een aantal gesprekken geweest. En uh, ja, dat ze mij opnieuw als hoofdtrainer wilden. Maar ja, ondertussen hadden ze me nog altijd mijn ontslagpremie van uh, november ja. 22 niet betaald. En uh, allee, ik versta ook wel hun, hun move dat ze dan proberen uh, hetgeen dat ze mij nog schuldig zijn, daar een klein beetje in. Ja. In, in, uh, het was een besparing voor hun om u voilà, terug te nemen. Ik begreep dat ook ja. wel. En, uh, ja, ik heb wel een aanzienlijk bedrag willen toegeven, maar ik moet ook niet volledig in mijn vingers snijden. Nee, Als je nee. ergens na een contract iets uh, recht op hebt, dan moet dat gewoon. Uh, het moet correct blijven. Voila, en en het, het scheelde te veel. Ja. Uh, tot heden hebben ze betaald op een derde rekening, maar ik heb dat geld nog altijd niet gehad. Maar het is blijkbaar wel in orde. Okay. Ja. Is het ja, ik... ja, nee, maar. Dat klinkt raar. Ik heb het nog niet gehad, ja. want het is, ja, in orde. het is omdat het niet volledig juist berekend werd. Ah. Ja. Dus uh, er moet nog ergens iets, iets bij komen. Er is nog discussie. En mijn advocaat zegt dan ook van. We gaan nog even ja. uh, wachten tot dat dossier volledig afgewerkt is. En ik begrijp dat ook wel. Ja, ja. En mijn maar, andere uh... twee collega's zijn betaald geweest. Okay. Uh. Die zijn volledig uitbetaald. Nee, want vanaf het moment dat je het zogezegd aanvaardt en op je eigen rekening ontvangt, ja, kun je daarna moeilijker zeggen: Hé, dat nou, was niet correct. Ja, nee, ja. Ja, ja, dan ja. aanvaard het. Ja. Ja. Nee, <laughs> onder andere bijvoorbeeld bij Kortrijk komt er een nieuwe trainer, uh, uh, Ierle. Bij Oostende komt er nu een uh, ja, voor mij redelijk onbekende Amerikaan. Dat maakt het voor iemand zoals u moeilijk om in de Belgische competitie in te stappen. Dat ze Die profielen ja, die komen tegenwoordig van overal. Het zijn niet alleen maar Belgische trainers in België. Ja, nee. Weinig. Allee, op een gegeven moment, zelfs in tweede klasse, heel weinig eigenlijk. Maar Wel, ook voilà, maar, nu terug meer. Maar. België is ook het land waar je het gemakkelijkst aan de slag kan: hé. niet alleen als trainer, maar ook als speler. Ja. Als speler in Engeland, in Nederland zijn er allemaal beperkingen over het aantal wedstrijden dat ze moeten spelen als international. En in België, hoeveel ja, is het? 86.000 euro en zijn ze profvoetballer? En ze mogen wel overal komen. Hè. Dus, uh, het zit daar geen rem op. Hè. Dus, nee, maar, uh, 86, dat is het minimumloon voor een niet europese speler ja. in België. Ja. 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 Heeft te zijn. Maar Yves van der Agen, ja, elke clubleider in België kent u hè. Dus ja, ga je dat nog zelf solliciteren? Bel je nog ja, mensen wel, Ik heb dat nog nooit gedaan. Ja. En heb je een misschien... manager? Uh, ja, een manager niet echt. Ik heb bij niemand, een... Uh, dat is misschien wel een keer goed dat dat uh, een keer uitgeklaard wordt. Om, uh, ik ben bij niemand onder contract, maar ik heb al met verschillende mensen gewerkt. Als ze mij iets aanbieden en uh, ja, die, die mensen kunnen een deal doen, ja, waarom niet? sta ja. ik daarvoor open. Maar wat dat er dan ook soms uh, misschien uh, ja, lastig is, dat je gebeld wordt, bijvoorbeeld door uh, Patrick Vervoort: mogen we je voorstellen in uh, Westerlo? En, ik zeg: Patje, ja tuurlijk, ja. waarom niet? En uh, dan word, word ik voorgesteld, en uh, dan zegt hij van ja, je bent al door vier managers uh, voorgesteld geweest. Ik zeg, maar jij is maar de eerste die mij belt. Hè. Dus uh, ja, werkt het dan niet beter met een mandaat of gewoon een keer een toestemming? En ja, uh, Yves van der kent mij natuurlijk, iedereen kent mij wel. Maar uh, dat, dat vind ik wel wel spijtig. Dat is ja. raar, hè? Ja, die, die denken, als die ploeg geïnteresseerd is, leg ik het achteraf wel met Yves. Ja, ja. sowieso. Die maken zich sterk. Ja het ja. blijft, blijft een bizarre manier van werken ja, ja maar makelaars die doen niet anders dan bluffen ja, om dat... dan zo op een toevallige deal te komen en dan, dat, dat dan in gang te zetten ja dat is ja. nooit iets anders ja, het, is, het, is, het is een speciaal wereldje dat, is, en, dat is duidelijk ze maar proberen terug, allemaal de eerste te zijn ja. zou je terug assistent willen worden of zeg je ik wil wel sowieso hoofdcoach zijn als je kunt assistent worden bij een topclub denk ik wel dat dat, dat, dat kan goed zijn omdat je dan... Uh, ja, dat is ook stabieler jaar... misschien. Hoe zeg je? Dat is ook stabiliteit misschien. Ja, ja, voilà. Ja. voilà. Uh, dat, ik ben daar nog nooit weigerachtig voor geweest. Hè, want uh, allee, ik heb twee keer met anderlecht ook uh, onderhandeld daarover. En dan werd ik twee keer weer uh, solliciteerd voor hoofdtrainer te zijn. En uiteindelijk uh, denk ik ook dat ik die job heel goed aan kan. Uh, en, en, en dat ik echt wel al heel goede dingen gedaan heb. Absoluut. Maar ja, om een of andere reden... Ik ben soms wat minder gegund dan anderen, weet ik niet waarom en, en, en ik vraag me dat ook af uh, waarom dat je dan uh, al een aantal keren uh, na een ploeg gered te hebben, dan zes maanden nadien toch de rekening ja, moet betalen dat is, moet en, en dat vind ik zo spijtig eraan uh, dat, je, dat je die erkenning uh, voor hetgene dat je werkt, met het materiaal dat je werkt dan ook niet gekregen hebt, maar Oké, okay, ik uh, kan er ook wel mee leven. Het uh, is het lijden. En ja, het is, it is uh, part of the job. Hey. Mm, yeah, eigenlijk zeker. zou je tegenwoordig, als je een contract tekent, gewoon moeten uh, ergens mee kijken: wat is je ontslagpremie? <laughs> als, trainer, als, als trainer. Als trainer, ja. In, oh. ja dan niet, niet oninteressant te nee. dat. Is dat eigenlijk iets dat je altijd al wilde worden, trainer? Jawel. Ik ben als kind uh, eigenlijk uh, ja, constant <kwijnt> met voetbal bezig geweest En uh, mijn vader hoorde mijn nooit niet graag zeggen van. Uh, Allee, Yves wat wilde worden, ja, profvoetballer, ja, maar zwijg erover, zegt hij. Uh, <laughs> hij gaat eerst je diploma bij ben regent lichaam en geworden. Maar eigenlijk was dat voor mij altijd zo een stille droom, niet dat ik veel van de daken stond te schrijven, maar uh, ik wou profvoetballer worden. En uh, het is met vallen en opstaan gebeurd, maar ik ben het dan toch geworden. En waarom die opleiding regent lichaam en kopvoeding? Eerst sportgerelateerd. En moest niet heel de tijd uh, achter dat bureautje zitten en gewoon luisteren. <laughs> want dat was, uh, ja, dat was uh, voor mij uh, marteling. En dan ja, heb je dat diploma en dan weet je van... Ik heb een basis. Mm -hmm. Ik heb voor de klas gestaan. Ik heb stage gedaan. Ik heb ook wel wat lesgegeven. En uiteindelijk, als trainer voor een groep staan, daar kom het een klein beetje op neer. En iets proberen uit te leggen. En iets uit te leggen dat iedereen begrijpt. Want het heeft ook niet lang geduurd na je spelerscarrière dat je... Assistent-trainer bent geworden, geworden? Nee, direct. Ja, met, Een jaar, na. jaar nadien ben ik uh, door Gein dan opgerapeld geweest om uh, ja, Kortrijk, die dan van tweede naar eerste ging, um, ja, te begeleiden. En, uh, ik heb daar ook heel veel aan op, opgestoken van Gein. Uh, Didactisch en zo. En uh, ook hoe dat je iets opbouwt naar uh, automatisme. En uh, ja, we waren vertrokken. We hebben ook samen onze Pro dan uh, het eerste jaar gedaan. En uh, zo, mijn diploma's had ik helemaal gedaan tijdens mijn carrière als voetballer. En dan uh, zei ik eigenlijk: klaar. En ben, ben ik zelfs nog zes jaar uh, assistent geweest. Blijkbaar een van de eerste echte laptoptrainers trainers. In ja, België. en toch ben ik niet echt een laptoptrainer. Maar uh, inderdaad, uh, de annotaties gebeurden. Ik weet nog goed, een Ruein-computer, van, van, van Kortrijk natuurlijk. En ik was aan het... <laughs> het was een, -een. Ja. En uh, ik was constant uh, tijdens de match aan het klikken van uh, uh, omschakeling, uh, ah, ja, okay. corner. Echt? Ja, ja en, constant. En we hadden een aantal vakjes. samen met uh, onze analist dan, dat was Rick Foulon. En uh, hij zei van, <coughs> het verbaast me dat je tijdens de wedstrijd nog zo goed kan duwen omdat er, kunt je zo de seconden kunt instellen, vijf, vijf seconden, en dan twintig seconden uh, dat, het, dat het loopt. En uh, die, die, die clips waren eigenlijk altijd heel goed geknipt. Dus, Wat dat, hè? Ja, want als je iets ziet, ben je eigenlijk al te laat. Ja, ja dat is waar. Dus je moet dan vijf seconden terugkeren, en dat was iedere keer zo de start <laughs> van, een, van een clip. En heen ja, was daar natuurlijk ook een voorstander van. Hè. Ik kan zo bij Sporthuis beginnen. Okay. Goede clipjes maken. <laughs> <laughs> dus als je nog een job zoekt, je weet hoe je, weet hoe je moet bellen. Wow, dat lijkt mij wel een zalige start van uw trainerscarrière. Met Hein die ook nog eigenlijk aan het begin stond van zijn carrière. En, 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 Alleen jullie lijken mij een heel leuk duo. Gewoon. En Kortrijk van speelt ook heel leuk voetbal. Ja, absoluut. absoluut. Ja. absoluut. Uh, en ja, het is nog altijd herkenbaar hè, hoe dat Hein speelt. Uh, ja. Ik ben uh, zat, uh, zondag naar uh, Hent gaan kijken. Ik vond ze heel goed spelen. Het beste wedstrijd na nieuwjaar. Het is wel minder geweest, maar nu tegen Antwerpen vond ik ze heel goed spelen. En uh, natuurlijk, je ziet die looplijnen terug, ja. je ziet die automatisme terug. En dat was uh, enorm herkenbaar eigenlijk uh, dan ook in Kortrijk. Hè. Ja. Want je, je bent begonnen bij hen, dan is hij vertrokken. Hij is nog een keer teruggekeerd, hoor. Onder George Lekens heb je ja. dan uh, ja. even gewerkt en dan is hij weer, weer teruggekomen. Ja, inderdaad. Dat lijkt me wel een enorm contrast. <laughs> dat ja, waarom? En George. Uh, ja, misschien wel. Uh, ja. Maar toch. Uh, Mag je, mag je eigenlijk beiden aanzien als echte trainers? Omdat ze ja, ja, op hun een manier idee. een soort motivatie kunnen brengen en de groep scherp zetten voor de zondag, voor de wedstrijd. En bij hen had dat dan misschien iets meer gestuurd zijn van automatisme. En bij George zou dat dan meer zo. Uh, motiva motivator. Ja. Zo, en, uh, zo met feit. kleine opmerkingen iemand scherp zetten. <laughs> ja. en, uh, soms ook uh, een heel gerecht oefening is, uh, om dan de afwerking weer tip-top in orde te krijgen. Maar vertrouwen wel. Vertrouwen geven aan de spelers. Dat ja. jij meer een type lekens dan? Als we op de schaal uh, Hein lekens zetten? Wel, ik ben van beiden, denk ik. Omdat je, je pakt altijd iets mee van, van de mensen waar je onder gewerkt hebt. Natuurlijk, je moet er wel voor openstaan uh, en je moet het ook goed gevonden hebben, want er zijn, uh, <laughs> ja, zijn ook wel slechte voorbeelden. Uh, maar. Uh, Vertel eens. <laughs> <laughs> uh, nee, maar bedoel, ik denk dat je. Uh, ik heb het ook aangehaald van heen, die didactische dingen, de, de automatismen, um, het, het uh, prepareren, van uh, opbouwen en zo. Terwijl um, ja, George ook wel veel uithing van de kwaliteit van de speler. En terwijl hij misschien nog iets meer gaat sturen. Ja, ja hij is toch iemand ook die naar een spelsysteem wil werken. Waar hij maanden aan moet werken, trainen, uh, uh, meer tactisch. En, en George lijkt me iemand die meer individueel het sterkste er probeert uit te halen. Zo. Uh, ja. Dat is toch een groot verschil, lijkt ja, me. Ja, ja. ja maar hij uh, had echt de groep prepareren. om, om uh, zijn idee eigenlijk weer te zien yeah. tijdens de wedstrijd en um, daar zit herhaling in maar ja, waarom, waarom uh, ben ik profvoetballer geworden? Omdat ik zoveel keer met mijn balken tegen de muur geschot heb yeah. en doorgedraaid en links rechts en oh, dat is training, dus dat is herhaling waarom zou een trainer sommige dingen niet mogen herhalen totdat ze het begrepen en totdat het erin zit mm -hmm. en dat we... is een beetje heen, dat is zeker heen meer en George de George is zo meer vibes. Ja, zo. Ik denk ook hen he, meer de controlefreak als het op de ploeg aankomt. Ja, ja toch wel hoor. Hmm. Ik denk wel dat hij veel eisend is om uh, uh, de herkenbaarheid in, in verschillende situaties uh, oh. over te brengen. Als de oh. speler van nu moet je dit doen. Terwijl uh, George had dan misschien. Wat meer vrijheid. Laten. Meer vrijheid ja. Ik ben ook soms voor een beetje meer vrijheid, vooral in de aanvallende ja. sector. Verdedigend uh, niet. Dan ga ik wel uh, proberen te zeggen van. Hé, nu gaat je niet meer uh, dribbelen of nu gaat je niet meer doordraaien. Je gaat uh, ja. een paar keer van hen moeten overnemen. Misschien dat dat uh, daarom ook wel goed werkt en altijd meteen. Ja, Omdat ja. Dat jij wel die vrijheid in een val de zich gaf en die spelers. Ik denk hmm. wel, als je zo'n aantal jaar onder hen, hen zit, dan moet je liggen. Ja, nee. maar toch uh, heeft hij toch al uh, drie of vier jaar, al twee keer nu, in uh, agent gewerkt. Hè, en. Hmm. Ja, Kump zit er nog altijd bij en die speelt oh, ja, ja, altijd goed. Hè? Tuurlijk. Uh, ik denk dat dat nu moet liggen uh, om, om Rijn te kunnen werken. maar ja. Je, je hebt ook wel, in Kortrijk, zowel het jaar onder Lekes als onder hen daarna, je hebt wel echt de topdagen van KVK meegemaakt Smart. van de 21ste eeuw. En dan nog een jaar zelf ook uh, play-off in gespeeld. <laughs> ja, dus, ja, eigenlijk. Uh, ik denk dat we met, met Heen hebben we play-off in gespeeld. Met, ja. met George ook. Met George ook. En, met en dan de... het jaar nadien, als ik dan overpak van Hein terug, ook nog een keer play-off in dus ja, dat En nog waren... een bekerfinale ook nog, hè? bekersfinale ja. was ik uh, ja. met geen ja. Hebben we 0 1 verloren met uh, die rode kaart van Lokeren. Ja. Och, wat doet die jongen weer? Hij had zo'n dus elleboog gegeven aan capon En uh, we zijn eigenlijk heel de match met 11 tegen 10. En we kunnen niet winnen, hè. Ja, die, bekers, die, die beker... Uh, de avonturen van mij, dat, dat, dat wil niet lukken. Nee. Nee. Ik heb zelf uh, dan ook de finale gespeeld met Oostende. Ja. Benji de Keulaar. Benji de Keulaar. Ja, Absoluut. benji. Ja. ja, tuurlijk. Benji de Keulaar. De nee. bekken van Vlaanderen. Bekken. Ja, waar hebben ze uh, nog een uh, keer wordt het toch genoemd? Ik heb het nog een keer gezien. Door de Dominicaanse ja. Republiek en dan wordt ze haar De op prijs. Ja, ja. Die moeten hebben we ook we eens We hebben samen uit. een excursie nee, gedaan. Nee, nee. Wat doet, ja, ik Benji blijf blijft toch sowieso altijd Benji. Ik vind het ja. raar dat je denkt dat die zou veranderd zijn. Ja, want ik zag hier net staan. Ik niet Benjamin doen, met de Keulaar. Ja, is Benji, hè? Ik ga nooit Benjamin de Keulaar zeggen. Nee, maar als je daar nu op terugkijkt, is dat wel eigenlijk zot wat Kortrijk toen presteerde. Hè? Ja. Want allee, okay, nu zit dat uitzonderlijk heel, heel matig dit seizoen. Maar voor een club als Kortrijk om daar mee te doen constant bij die top 5, top 6. Het, uh, het eerste jaar waren we heel goed gestart. Um, maar toen hadden we het ook nog lastig. En hebben we nog moeten spelen tot de laatste speeldag om erin te blijven. Maar als je dan ziet wat Kortrijk van spelers het getransfereerd heeft, die. die Doorverkocht geweest zijn en die een, maar echt een grote carrière is gemaakt hebben. Maruzic, ja, uh, ja. Um, Santini, ja. Ja, dan Kums uh, zit er natuurlijk ook bij, maar al die mannen die dus carrière gemaakt hebben, dat is. Dat, 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 allez, de scouting heeft daar wel heel goed werk geleverd. Hè. Ja, want dat is het straffen wel. Dat, was, dat leek ook financieel redelijk oké, okay, die, die ja. sprong. Dat waar je dan later met Alstende mee maakt dat heel duidelijk het businessmodel was, investeren in ja. die kern, was bij trek niet. Dat was, dat was echt nee, uh, maximaal uit die groep halen, inderdaad scouting, de juiste profielen, ja heel ja. goed werkelijk van trainers uh, um, um, Matthias heeft daar uh, altijd, terme. Terme, ja, heeft ja, altijd ja. gewerkt met de middelen die hij heeft. Ja. En, ja. Uh, ja, er werd uh, niks te veel uitgegeven. Er kwam ook niks van, uh, van, van uh, de eigenaar of zo. Maar chapeau, hè? Ja, absoluut. Chapeau, wat ze daar. Wat, altijd heel beperkt. Het voetbal beperkt, het, he? dat we ja. speelden was, uh, ja, was iedereen uh, Ik weet nog goed, Club Brugge, hoeveel keer dat ze verloren hebben op, uh, op VK. <laughs> Dit jaar opnieuw. Maar uh, ze hadden het altijd lastig, zijn daar. Ja, ik vind het altijd ook een heel toffe uitwedstrijd, Kortrijk. Dat heeft iets. Je kop achter de goal ook. En ook de uitsupporters staan er aan de zijlijn. Dat zorgt toch voor een unieke sfeer. Kortrijk vind ik altijd wel gezellig. Het staat er heel dichtbij. Ja, ja, Engels. Heel dicht, heel zo Engels, bij. op zo'n tweede, derde klas. Allee, zo, dat stadion een keer heel kort erop. Heel veel sfeer als het goed gaat. Ja, ik kom daar graag. Je hebt daar overgenomen toen hij naar Gent is vertrokken, uiteindelijk. Maar het was niet zo evident dat jij eigenlijk ging overnemen. Hè? Want je hebt ook nog gepraat met Anderlecht in die periode om daar T2 te worden. Ja. Uh, om mee te gaan. Nee, om naar... Wie zat er toen bij Anderlecht? Hazi ah, zat daartoe, ja. Het ja, um, is eigenlijk heel uh, simpel. Um, Patrick Turk, toen technisch directeur, die vond dat ik uh, te goed overeenkwam met de spelers. Ah, ja. hij, is, uh, ja. hij zei tegen mij, ja, maar Yves, je bent veel te braaf. Je <laughs> uh, nee. um, ja te, te goed met die spelers en je doet dat vertrekt goed. Maar ik zeg, ja, maar ik ben nu wel al zes jaar loyaal aan iedereen, eh, geen poorten zuigen. Zo zijn nee. er ook. Hè. Um, en ik en, zeg, zeg ja, maar nu wil ik wel zelf een keer mijn kans gaan. Want wat dat er bij mij, ze waren toen aan, aan het praten, denk ik, met Johan Walem. Ik heb niks tegen Johan. ik heb samen met hem gespeeld. Maar als je dan daar zelf. Van de streek zijt en je zit al zes jaar, je weet alles wat dat er daar beweegt, dan denk je van: ja, ja, heb ik de hoeken ergens recht om die, die, die rol op te eisen? Die kans gewoon, hè? Ja. Die, die kans krijgen. En uh, toen uh, was dat toch een hekelpunt, dat was echt niet, niet zo evident. Uh, maar waarom heeft hij het dan toch gedaan? Omdat mijn vader hem een keer gezegd heeft: van uh, <laughs> denk dat Yves van der een profvoetballer geworden is, omdat hij veel te braaf was misschien. Ja, het ja, dat is echt wel zeker iets van ja, ja, Ik vind natuurlijk ook geen braven of zo. Uh, ik denk niet dat ik een brave was op het nee, veld. Ik ook. <laughs> <laughs> maar uh, ja, de langste ben ik 54 jaar en ze zijn, zijn nog decursief. Maar uh, dat wil dan toch niet zeggen dat, dat, je, dat je braaf zijt. Maar uh, ik ben wel uh, goed opgevoed en beleefd. En uh, met mij ga je moeilijke ruzie hebben als je de juiste dingen doet. Maar. Uh, en, en had jij erover moeten nadenken zelf? Zoals nee, je nu, nee, nu nee, zijn van Oostende, Hein opvolgen, die het daar zo goed gedaan heeft. Dat kan ja, ook wel blijven. Dan plakken ik Santini, Tomasevic, Maruzic. Um, al onze goede Belgen. Uh, Pavlovic, dan uh, de Capons. hoe uh, ja, okay. en. en allee, die nu videoanalyst is bij Gent. De Mets. Eh? De, de, de Mets. Mets, ja. de Mets. Ja. En dan vergeet ja. ik nog. Uh, Toch goed spekje. dat het maar is. hè. Smetje ja, ja, ja. en dan um, ja, was een leuke ploeg, he? Keer, he. die namen een keer die van Club Brugge ook Wim uh, Verbouw <laughs> <laughs> Verbaeude zat er ook bij, uh, ja. ja, maar echt een goede speler. Maar je was ook altijd heel uh, heel heel Ja, um, uh, Maton, <laughs> Maton, ah ja, toch was, al al Een hele he? goede speler. Ja. Che Chevalier zat er ook nog bij. Och ja. Dus dat was, dat was echt een mature groep. Dat had kampioen moeten worden hier. <laughs> dat was misschien wel een beetje te hoog. Geweest. Ja, het was ook. Allee, je weet, de, de plaatjes om T1 te worden zijn, zijn klein. Dus Absoluut. ja, ik, ik snap wel dat je, dat je direct springt, ook als je zes jaar T2 bent geweest, zij er ook klaar voor. Je weet niet wat er in de toekomst nog komt. Als je T2 wordt gebleven bij Anderlicht, word je misschien nooit T1 geworden. Ja, dus ja. je moet pakken wat ja, er komt. Ever, maar kijk maar een keer ja. hoeveel dan er, die een sprong van zes jaar hulptreind, overslaan in nu. Ja, ja nu, nu kan het soms heel snel gaan, Nu ja. tegenwoordig. Ja. En die worden direct trainer van... Uh, van, van ja. ex provoetballers zeker. Die worden heel rap de één jaar. Ja. Uh, ja. Karl Gerhardt is ook achter één jaar uh, oefentrainer geworden. Hè? Ja. Eén jaar, hè. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, Wouter Franke die heel laag begonnen is. En Rusty ja? heeft opgebouwd. Ja, maar... ja, vind dat vind ik wel ja. Maar je bewijst wel meteen dat je die kans verdient er ook. Hè? Jullie worden de vijfde. Ja. Play-off één halen. Je had op voorhand gezegd blijkbaar de elfde plaats. Dan is het seizoen geslaagd, heb ik ja. gelezen. Maar uh, wij hebben een heel slechte start van het seizoen gehad. En dat was door uh, heel veel blessures in de voorbereiding. En uh, het was like dat er uh, zo wat ongeluk mee gemoeid was. Uh, al die gasten die niet mochten gekwetst zijn, waren gekwetst. En ja, die kern was ook niet zo heel breed. Maar dan uh, ja, vanaf wedstrijd acht of negen hebben we... Een sprong gemaakt en uh, waar we waren we bijna we, onklopbaar. We hadden zoveel vertrouwen en ja, de ploeg stond er gewoon. Dat was echt een stevige ploeg hoor. Je wordt er ook voor beloond. Nieuw, verbeterd contract tot 2018 en dan beslis je een paar weken later ja. om een heel ja, komt, euh, uh, ja, ja, controversiële begin. stap te nemen en naar Oostende te gaan. Ja. Hoe is dat allemaal gelopen toen eigenlijk en waarom heb je Wel, dat gedaan? Uh, het Wel, Het begint, uh, we spelen play of yin en uh, de matchen zijn gestart denk ik. En dan uh, ja, uh, belt Luc De Vroe mee. Uh, kijk, uh, we zouden nu graag hebben als trainer van Oostende. Interesseert u dat? Ik zeg ja, uh, misschien. Maar uh, ik voel me goed in Kortrijk. En uh, ja, ik zie niet in waarom dat ik zou veranderen, omdat ik dan uh, daar play-of-yin speel. En uh, ik ben dan ook direct naar uh, Vincent de Grisse, die toen uh, eigenlijk voorzitter was... Of, of uh, eigenlijk de neigeraar de, de, de was, maar, omdat uh, jean -Marc gestorven was. Ja. En uh, die, ja, die event deed dat niet graag. En uh, ik heb dat dan open en eerlijk uh, gecommuniceerd. Van ja, Oostende, heeft mijn kans. En ja, het scheelde een beetje. Hè. Het scheelde een beetje financieel. Hè. Ja, maar Koeken scheelt. Ja, het scheelt dan, van ja, ja. <laughs> En dan uh, hebben ze mij een contract opengebroken. En hebben ze mij drie jaar laten tekenen. Ik dacht van, ik ben blij. De beslissing is gemaakt. Moeten aan niks meer denken, volgend jaar terug Kortrijk. We weten waar we aan me voor staan. Zo rap geeft koeken niet op, denk ik. Vier weken of vijf weken nadien, die <laughs> playoff In uh, loopt op zijn einde. En uh, we spelen een uitmatch op uh, standaard. Ja. Uh, dus de zaterdag, de zondag, denk ik. En dus vrijdagavond, belt maar koeken. Ja, Yves zegt, hij, we hebben heel die reeks van trainers overlopen. En we komen wij weer uit bij u. Ja. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Hè? Nee, en, en, en zegt hij: Kom een keer af, kom een keer naar mijn kasteel. Zegt hij: We gaan niet drinken, we gaan er een keer over babbelen. Maar ik zeg: Ja, nee, Mark, zeg, ik, heb drie, ik heb drie jaar getekend. Zeg, ik ga dat niet doen. Ja maar, ja, maar ja, we kunnen toch een keer babbelen. Hè, we zien het wel. En hier: Ik zeg: Ja, meneer mijn eigen peis, ik dan. Het is om zeep. Als je nu een auto stapt, het is, omzeep, het is het om zeep. Het ja. van, ja, van dat ik jou gezegd het was het ja. om zeep. Dus ja, ik ga daar naartoe en er waren daar een hele hoop mensen in de tuin ook wel wat aan het werken. En blijkbaar heeft er mij daar iemand gezien Aha. dat daar binnengekomen is. En dat die beginnen van mond tot mond uh, een beetje ja, ja, evolueren. Gaat, ja. En de zondagmiddag spelen wij die match op Stadar. Ik heb niet getier en we hebben een gesprek gehad. Ik heb absoluut, uh, ik zei, ik ga er nog een keer over nadenken. En uh, ik had dus absoluut niet getekend. En de zondagmiddag, van voor eer dat die match begint, komt er een fotograaf zo van. Hij hoort dat dan he? Die trok voor zeker duizend foto's van mij en zei. Laat een keer. Dan, <laughs> ik zei, Lacht. Ik zei, de match is nog niet. Dat was echt zo, zo geforceerd. En dat was dan een foto en de dag erna nadien van een grijns van. Had uh, hij naar de standen oh, of zo. En had hij de avond... In een avond, wij hebben in een match verloren, 3-0 of zo. Um, al de supporters stonden voor de hekken van standaard. Ze lieten ons niet voortgaan naar huis. Die waren allemaal zo kwaad op mij. Terwijl dat er eigenlijk echt niks van waar was. Of de interesse was er. Maar ik had het absoluut nog niet toegezegd. Want ik zat echt met een dilemma van... Kort kies me die kans geven. Ik ben dat heel graag gezien. Waarom zou ik vertrekken? En dan is er iets gebeurd waarom ik gezegd heb... Nu ga ik wel vertrekken. We zijn... Ja, eerst en vooral hebben de supporters de hekken geblokkeerd. Voor, uh, voor uh, terug naar huis te gaan. En als ik in kort trek thuis kwam, stonden alle supporters mij op te wachten. Voor mij, zo zegt, ik weet niet wat te doen. En, en ze kaart hebben me mij... dan op... Ik weet het niet, ik weet het ja. niet. Wat te roepen, wat te gooien. Wat... Ja, en ja. dan hebben we ze uh, mij aan, uh, aan de voorkant moeten afzetten. En hebben ze mijn noten naar daar moeten brengen. En dat ik zeg van. De volgende dagen heb ik training gegeven met bommetjes op mijn voeten en zo. Hebben we op het eerste veld. En kortere heeft heb dat ook niet voor gedaan om dat een beetje tegen te houden. Uh, ik, ik probeer toch de mensen een beetje van, van reden te brengen en van verstand te brengen. Want als je negen coach al zo onder vuur staat. En dat is voor mij de beslissing geweest. Maar dat is ook de rol van de pers dan geweest. En de supporters springen daarop natuurlijk. Ja, maar... Die zeggen: Hij is al in kannen en kraken, onze coach die de vijfde plaats heeft behaald. Verlengt. en die Het balletje en, is aan het rollen ja. geweest en eh, eigenlijk was dat wel een beetje volledig tegen mij dan. En, okay, maar had ja. je het sowieso gedaan? Zelfs als het geheim was gebleven. Ja, ja, we ik, al, als als, als die rustig blijft, dan, dan wil ik het nog wel zien. Zo. Maar, maar je zei inderdaad net wel, als je in die auto stapt, dan weet je eigenlijk ergens. Ja. Je laat je ja. overtuigen. Ja. ja, dat is juist, dus juist. En ik denk niet dat Koeken nu laat buiten gaan zonder het gevoel te hebben, hij gaat dat doen. Koeken is toch de man die je kan overtuigen. Die, die heeft toch alles in zich. Een goede babbelaar, veel geld, ja, zanger. <laughs> ja, nee. Uh, maar toch, ik ben uh, wat dat betreft, toch wel redelijk wel principieel. En als je ergens goed zit, moet je niet veranderen. Natuurlijk. Maar dit accident heeft mij wel eens een beetje naar die kant geduwd. Van beslissing dan ook en naar gevoel. Ja, en uiteindelijk. Ja, pff, verdiende ook meer ook, hè, dus dat ja. was ook niet slecht. Hè. Het was ook een, een enorme ploeg oh. dat je kreeg. Ja, ja, het, was, ambitieus. het was niet een enorme ploeg, Dat ben nee? ik niet met akkoord. Um, die ploeg had juist maar moeite in eerste klasse gespeeld. Berger ja. was er wel bijgekomen en dat was uh, een serieuze uh, ja. injectie van kwaliteit. En hij uh, he, he, he heeft er toen wel aan gebouwd. Ja. En dan waren er een, een, een hoop transfers dat je zegt van amai, en uh, het was een vijfjaren project project eh, voor Play of in te spelen. Maar het eerste jaar was play-off en het tweede jaar was weer play-off En bekerfinale. Die Matta, Rosenaal Ja, dat was nog het tweede jaar. Capon. Die Matta was het tweede jaar. Canezin, Siani, Lombard. Capon ook naar daar. Tweede jaar. Maar het eerste jaar was Syriac en zo. Syriac en Roosenaal. Ah ja. El Ganassi? El Ganassi kwam in januari. Ja. Uh, ja, ja. Die, ik heb hem uh, uh, zeker uh, zes, zeven weken laten met de belofte spelen. <laughs> Je, werd zot, Je werd echt zot. <laughs> maar dan kwam hij... Je speelde toen weer hij had weer zoveel hoestingen. Die konden echt alles. He. Je ja, die heeft zijn geen... debuut bij de Rode Duivels gemaakt. Allee, de eerste keer in de selectie samen drie smertens. Ah, dat is ja, redelijk ja. snel in uh, twee andere heen, richtingen gegaan. Oh. Oh, ah, dat ja, was echt een goeie. Ja. Die kon uh, op de vierkante meter iemand drie keer dribbelen. En hmm. zo'n versnelling. Maar ja, het is... Uh, er dus stond niet altijd een hoofd op. Hè. Dat weet hij hem ook wel. Coach, 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 ik ga goed luisteren naar u. <laughs> dus hij, 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 is het baas, hij is het baas, En dan nadien is hij weer verkocht geweest. Hè. Ja. Die, is hij heeft zelfs nog iets opgebracht. Hè. Ja. Nog één ding even over die overstap van Kortrijk naar Oostende. Ja, het ging dan, het deed dan de ronde. Het gerucht dat jij naar Oostende zou gaan. Je komt op die match aan, daar is veel te doen. Bij de supporters, de pers, had jij daar zelf al iets van opgemerkt dat het effectief de ronde deed? Of werd je ook wel koud gepakt daardoor? Ja, ik werd echt ah. wel koud gepakt. Ik ze, was uh, er absoluut toch? niet van op de hoogte. Ze bellen nu toch? Nee, 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 nee. niks. niks. Ik, uh, na de wedstrijd wist ik nog altijd niet hoe wat dat was. Ah. En ja, ik denk dat ze ook wel uh, ergens iets gezongen hebben, maar ja, meestal verstonden ze dat niet goed. Uh, nee, ik ben echt koud gepakt op dat moment. Want uh, uh, we gaan dan naar die dranghekkings en ik zeg: supporters, wat scheelt er ja, ja. nu eigenlijk? Ja, joh, jij gaat vertrekken naar de Stend. zeg: wie zegt er dat? Ah, meneer Alleins zegt dat. Ik zeg ze weet hem dat niet. Dus, uh, <laughs> hij, hij wist de het wel. <laughs> ja. ja, nee, maar, maar ik zei het, het is een balletje die aan het trollen nee. geweest is. En dan media, ja, speelt dat wel, ik ga niet zeggen een vuile rol in, maar ze doen wat ze moeten doen, zeker. Ja, die houden een Bron, die publiceren direct. Ja. Hij is gezien, geweest, bij. Ja. Ja, ja, ik herinner me die beelden zelfs ook ja. nog uh, in het En dat is daar wel vaker in het dat de uitvans, ja. Ja. Je kunt daar wel goed blokkeren los Ja, je kunt ja. daar ja. wel dat is ook zo, die, die, die hakken zijn ja. zo met doeken voor. Dus je ja. hebt maar, maar een spleet waar dat je ja. door spreekt. Ja. Dus dan zie je zo vier koppen boven elkaar die ja. Ja, vaak schelden zijn. Ja. 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 Je de, kwam dan bij het Oostende van Mark Koeken terecht. Dat is een oh. ander Oostende dan nu. Wow. Beschrijf dat eens, hoe Oostende toen was in vergelijking met Kortrijk. De sfeer daar, hoe, hoe dat was. Maar toch was het gelijkaardig. Hè? Want uh, ja, laten we zeggen, uh, Oostende is zeker ook een, een volksclub uh, waar, er, uh, waar de supporters nu nog altijd trouw uh, gaan kijken. Maar de Sky was wel echt de limit toen daar. Hè? Uh, door, door door maar koeken. Ja, maar uh, ik denk dat je dat niet uh, snel uh, alleen maar mag denken dat alles mogelijk was. Uh, ik denk dat er daar ook. Uh, uh, moest getraind worden en hard gewerkt worden om een ploeg op, uh, op rails te zetten. En, uh, het was misschien eenvoudiger met een sterke persoon achter ons die dan uh, wel uh, ja, bepaalde zaken kon versnellen. En dat was dan bij sommige aankopen van spelers. Um, eigenlijk is de accommodatie, uh, gelijk dat ze nu is, maar nadien gekomen, want uh, wij hebben nog eens een play-offje in moeten op Roeselaar spelen, omdat Just. er dan een nieuwe tribune ja, kwam. Ja. Dus... Uh, het was nog altijd uh, een beetje genuanceerder nog. En... In opbouw, maar het, het leefde wel. Het was, ja, het was wel gevoelde, die, die ploeg is groen, zeg maar, die gaat naar boven. Dat ja. voelde je wel. en wat je ook vooral zag, dat iedereen naar Oostende wou gaan. Ja. Omdat er altijd feest was. Ja, 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 ja. En... ja. ja maar dat was zo. Dat, dat was Orlands. Uh, ook. Dat was maar dat uh... was ook een deeltje van het succes. Ja. Uh, als je ziet hoeveel. Um... Ja klanten en uh, Orlans in zijn portefeuille geeft en het is overal gelukt de uh, en Lokeren feestzaal, die, die, die feestzaal en Lokeren blijft de Jan Koller feestzaal ja, ja. Dus, uh, <laughs> Ay, dat is uh, al uh, vaker <laughs> geweest het was feestzaal. een heel sympathiek en <laughs> ja. open verhaal want uh, 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 ja, Marc is ook iemand die open is hè. Hmm. Uh, misschien uh, toen nog veel meer of nu, ja, ik denk omdat hij een wel. ander ja. legt, misschien wat moet uh, wat rustiger zijn en niet te veel naar voren proberen. Daar, daar was hij de keizer. Ja, hij, dat is toch, ik was een schokje toen. Het is, he. het is, het is eigenlijk is het jammer dat we, dat we nooit gaan weten waar het had kunnen eindigen. Want ik denk niet dat hij er eindeloos geld had in blijven steken. En zo, maar je voelt nu wel, als je naar die club kijkt, dat zo. Er is geïnvesteerd om ergens eens te komen. En het is te vroeg gestopt om daar te raken. Te ja, die nieuwe tribune was, was fenomenaal. Ja. Toen dat die openging, ik ben daar iets uitgenodigd geweest om te gaan eten. Bomvol. Influencer. Uh, ja. maar zoals, Dorbiet, je zegt, zoals je zegt, de Zoals je zegt, bomvol. Bomvol. Superveel bedrijven is, daar. Maar Koeken bracht al de mensen mee. Hè. Ja. Iedereen wou zich associëren met Mark Koeken om zaken uh, te doen. Hè. Hij pakte ook de micro na de match. Ja. Met Orlands ook. Juniper uh, Waterloo. Fantastisch was. Het is weer uh, koekenbak, ja. Veel en lyrics. Ik weet it. dat nog. Uh. Ik weet nog dat ik, dat ik daar stond en dacht: wat is dat hier aan Maar blijkbaar, allee, ik zat nooit voor de wedstrijd in de zaal, na de wedstrijd soms wel een keer. Maar voor de wedstrijd gaf hij ook uh, een hoop uh, statistieken en, uh, en, en uh, zo'n beetje in een, de speech, ja. waar dat je dus echt wel zijn ambitie kon uithoren en wat dat ook altijd uh, ja, met de nodige humor uh, gespeist ja. werd. Ja. Als mensen zich trouwens vervelen, wat ongetwijfeld niet het geval is tijdens deze aflevering, maar uh, de videoclip van is Weer Koekenbak'. Met Steve Thielands. Zeker eens op zoek. Nee, wat? Ja, je moet, ja, ka okay, kan ik kan het niet eens de... uitleggen om, ja. om het niveau van de videoclip te evenaren. Dat is echt, uh... <laughs> ja, echt geniaal. Ja. 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 Onlangs is ze land en helemaal uitgekeken, en toen dacht ik daarna: wat denk ik aan toe? <laughs> Daar hadden we wel tijd voor. <laughs> dus <de me> <laughs> nee, <laughs> hey, dat zijn zo dingen die je doet en daarna denkt: shit, hier had ik <laughs> geen tijd voor. Dat vond ik, dat, dat verhaal van Oostende: iedereen had daar charme voor. Dat was zo de favoriete ja. tweede ploeg van iedereen. iedereen omdat Absoluut. dat, dat leek ook heel oprecht en authentiek En oké, okay, maar Koeken was heel rijk en die bracht die ploeg een beetje kunstmatig naar omhoog, maar ik had daar enorm veel sympathie voor hem. Absoluut. En, en, ja, hij ja, was ook open. Hè? En uh, voor, voor mij uh, is het nog altijd. Uh, hoe Mark Koeken... Hij babbelde tegen iedereen. Hè? Tegen een gewone supporter. Hij is niet de meneer die dan zich boven iedereen stelt. Hè? En dat was voor mij ergens uh, iets heel moois. Dat hij zich ook uh, met de gewone modale ja, visser misschien dan uh, een klapje kon doen. Uh, precies of ze, dat hij hem ook een beetje mee beslist in het uh, welzijn van Cavio. Nee, ik Deed het jou persoonlijk ook iets? Want je vertelde daarnet, ja, bij Kortrijk uh, werd er eerst een beetje aan je getwijfeld, te dicht bij de spelersgroep. Uiteindelijk toch die kans gekregen, verbeterd contract. Maar dan komt Oostende en maakt iemand als Maracuke duidelijk hoe graag hij je wil hebben. Het kan toch niet anders dat dat ook wel een klein beetje je ego streelt en laat merken van, oké, okay, hier ben ik misschien nog meer gewild dan ik was in Kortrijk. Ik zou niet zeggen meer gewild, maar natuurlijk, uh, het, het blijkt wel uit, uh, uit, uit je prestaties. En hoe je dan een handjaar jaar ergens uh, naar de buitenwereld uh, je tentoongesteld hebt, laten we zeggen. En met ja. de prestaties van de ploeg, uh, dat, dat streelt je ego, ja. Maar je waart wel even... De wonderboy van de Belgische trainers. Ah Ja, zeker. Dat was dat, dat wel nee, ja, 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 Tak ja, ja. of ja. the Town. Om in cijfers te zijn, ja. ik heb vier jaar na elkaar play-off gespeeld. Ah, ja, ja, ja. Ik weet voilà. niet of er veel kunnen zeggen. Niet nee, nee. Nee met die clubs. Dat is een ja. heel, heel lange rol. Vier keer uh, play-off 1 speelt nu uit, uit, uh, uit de huidige trainers. Ja, het gaan er niet veel De trainers wisselen te snel. Ja, dat het. gelijk, dat is de statistiek om op te zoeken. Want hij gaat niet zijn. Nee, niet na elkaar. Maar wat ik me nog afvroeg, wel, extern was het misschien blij en, en pakte Koeken heel veel media, maar intern moet hij toch enorm veel druk gezet hebben. Er dat viel nog goed mee, hoor. Uh, nee, viel nog mee. goed mee. Uh, Ze kwam dat wel over, denk ik, voor ons. Yeah. Ja? Als buitenstaander, ik had dat gevoel ook wel. Ja, als je Lommaartsen zo gaat dalen, dan komt hij toch in de zomer zeggen, ja, kom, uh, wij willen nog een stap en nog. En ja, gewoon, nee, nee, dat is wel waar. Is uh, wel een, uh, I, wat bijvoorbeeld uh, altijd bij mij is bijgebleven, het eerste jaar spelen we vijfde... Tweede jaar spelen we vierde. En uh, wij hadden twee keer per jaar een soort evaluatiegesprek. En het derde jaar zei hij tegen mij, ja, nu gaan we voor de derde plaats. Ik zei tegen meneer Koeken, ik ben ook iemand die eerlijk is. En uh, ja, eigenlijk ook wel rechtdoor. Ik ga daar niet mee wachten. Ik denk dat het van die jaar toch wel wat moeilijker wordt. Hoe zegt hij, waarom? We hebben Lombard. En we hebben Ritchie, een Hollander. Ja, Zivkovic. Zivkovic. Ah wauw ja. Ja maar wauw zo wauw nee, uh, was dat dan toch uh, legend. <laughs> ja. ja, en en uh, ja maar ik, ik had kan niet het gevoel dat mijn, mijn kern versterkt was. Ja maar Zivkovic dat was een paar miljoen euro transfergeld van ja, van Koeken. Die was toen die doorbak wel een beetje een stelletje dus ja, in Nederland het hè. Het jaar ervoor hadden we dan die matta. en dan had ik wel een wauw gevoel. Hadden we Marusic had ik wel een warm wow gevoel. En nu was Maruzic vertrokken naar Lazio was Lukaku ondertussen ook al weg. Naar de, 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 en en dan, ja, dan, dan miste ik je zo wat. Ja. En ja, dat is dan ook gebleken. We, we starten heel slecht, buiten onze twee Europese matchen tegen Marseille. Ja. Sublieme matchen waar we eigenlijk nooit geen 4-2 mogen verliezen, want op de luchthaven zegt zeg, meneer Koeken tegen mij, zegt hij van, ja, Yves zegt hij, je loopt zo een beetje vervelend. Ik zei, ja, wel, iedereen loopt hier uh, te stoeven dat we zo goed waren. We krijgen er vier binnen, let me niet. Ik zei, het, het kon misschien twee-drie geweest zijn, of twee-twee. Of, of, of en dan ging men een andere niet van de voor u staan hebben. En, uh, ik vond dat we dan uh, kwetsbaar waren achteraan, ja. ja. Legendarische trip wel, want voor Koeken was dat wel de hoogmis. Hij heeft door Marseille gewandeld ja. met al zijn businesspartners, Je he. dus ja. Ik heb daar wel zotte momenten beleefd. En zal je daar toch altijd kentelijk voor zijn? En, denk ik. ik herinner me ook nog uh, op den Dijk is de Spelersvoorstelling. En wij hebben daar proberen het uh, Guinness Record -boek te halen met een, noem Zo'n. De Polonaise. De Polonijzen Ben een Polonijzen, voilà. <laughs> nee. ja, en allemaal Gaas. op het strand, allemaal achter elkaar. Hè, spelers en, en, en iedereen die daar maar was, allemaal Polonijzen. Het, het is niet gelukt dan. Ik denk dat we het niet gehaald hebben. <laughs> ja, uh. Zo ken ik maar koeken en Polonaises niet. Ik kan het ik niet halen. Nu wel eventjes googelen wereldrecord Polonaise. want ik ben nu wel even benieuwd wat er eigenlijk, eigenlijk is. Ja, record Guinness of zo was. Dat is zoiets, hè? Ja, ja. dat zeker geprobeerd. Ja, Marco de Hollander. <laughs> uiteraard. heet Marco de Hollander. 1201 mensen hebben een Polonaise gedaan. Dat is wel veel. Zo. Dat is het wereldrecord blijkbaar. Safa ook nog. In het stadion zitten er meer. Dat hij Marco de Hollander heet is echt heel ja. um, tekenend. Um, dat tweede jaar, um, vraagje voor Sam, quizvraagje. Gaat er een toch wel Anderlecht Legend naar Oostende? Ik was het compleet vergeten huh? dat hij naar daar is gegaan. Een, een Anderlecht Legend? Een Legend. Ja, legend. Toch wel. Want het kan hij zien, weet ik nog. Uh, transfervrij. Maar hij heeft veel gewonnen. Ah, bij proto, handen, proto. 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 Ik was dat compleet ja, vergeten ja. dat proto bij Oostende heeft gezeten. echt is mij helemaal ontgaan. Ja, ja, die was nog goed. Die hmm. uh, was zeker goed. Uh, ja. Maar dan nadien uh, scheurt hij zijn kruisbanden. Hè? En uh, dat is ook zo nog zo'n momentje die, die ook soms een keer in mijn kop uh, terugkeert: is uh, proto scheurt zijn kruisbanden en laat hem niet opereren. Hij doet dat dus volledig uh, op basis van eigen kracht en ja. lichaamskracht. Probeert hij zijn, zijn been zodanig te verstevigen om dan ja, zo weer terug zijn niveau te halen. Maar is al heel het jaar keihard aan het werken, want Proto is een werkker. Ja, ja. Dat is echt een, echt een werker. Dat is ook een goede keeper. En uh, het is bekerfinale, een week voordien speelt hij zijn eerste match. Ga je hem zetten of ga je hem niet zetten? Je stelt die discussie. En dat is, dat is uh, geen gemakkelijke geweest. Um, je hebt hem niet gezet. een andere keeper had alles gespeeld. Ja. Bekerfinale, misschien een beetje de kers op de taart van zijn carrière. Ja. Tegen Zulte was dat toen. Ja. Ja. Tegen Zulte, ja. En uh, ja, die pedanties zijn dan ook nog... Ja, dat, daar heeft Sami Bossut uh, onze spelers zo'n beetje gemanipuleerd. en zo uh, Terecht. Ja, ja denk een... je dat? Dat, dat? dat dat de beslissing was? Dat was een Heel tijd voor die bal gaan staan. Ja, maar dat je doet toch spel, iedereen? Uw ja, maar shotters maar dat kunnen daar toch mee omhoog. Ja, Dus Jij zegt dat dat werkt. Van dat, dat, het werkt zeker. Ja? dat werkt zeker. Maar Alles is uh, op vijf penalties. Op één misschien niet. Ja, in een reeks. Maar uh, in een reeks penalties, als je de hele tijd staat te treuzelen ja. en. Uh, ja. Uh, ja, een beetje vervelend toen. Mm -hmm. En niet op uw lijn wil gaan staan. Dat had uh, Proto ook gedaan, hè? Uh, ja, maar Proto stond er niet in. He. Nee, nee. Maar Proto ging dat waarschijnlijk ja, ook wel gedaan. Je had daar playoff 1, seizoen 1, tweede seizoen opnieuw play of 1, bekerfinale, Europees voetbal. Mm -hmm. Derde jaar beginnen jullie met een 1-op-21. Ja. Had je, dat is een vreselijke start, maar had je misschien wat meer krediet verwacht? Eigenlijk wel, ja. Na die twee jaren? Ik vind, als je het tegen mij zegt dat het een vijf jaar plan is om play 1 te halen, en na het derde jaar zegt dat je een derde moet enigen, dat dat niet realistisch is. En dan mag je al eindelijk van geluk spreken dat alles uh, sportief zo goed meegevallen is. Maar ze ja. hebben spelers kunnen verkopen. Ze hebben uh, de boel kunnen laten draaien. Ze hebben de ploeg kunnen verstevigen. En ik vond het derde jaar een beetje tegenvallend van, uh, van transfers. Dat vond ik echt wel. En ja, je hebt dan al twee keer play-off ingespeeld. gespeeld. Je hebt geen vijf jaar moeten wachten. Je hebt al bekerfinale gespeeld. Waar ik een gevoel had van... Uh, ik qua echt uh, zo kwaad dat we die match nog verloren met penalties omdat we echt een fantastische match gespeeld hebben en die match hebben we verloren door afspraken die eigenlijk nooit niet mogen vergeten worden door spelers die dus uh, ja, in de euforie uh, 30.000 man uh, een vrije trap en ze vergeten hun taak te doen en ze schieten naar de hol als de keeper lost hem en ze volgen niet simpele dingen finalen is iets apart hè ja, ja. maar je staat wel 1-0 voeren je controleert de match gemakkelijk je kunt misschien zelfs 2-0 voorkomen, en in de plaats daarvan is er een vrije trap over de muur, een bal die gelost is, iemand die nog van voor staat, terwijl hij normaal moest daar staan voor de bal te volgen, en het wordt 1-1. En heel die match zit vol met kleine foutjes. Maar we hebben wel een prachtige match gespeeld. Want iedereen was het erover eens dat we ja, eigenlijk een briljante finale gezien hadden. Als neutrale kijker was dat een geweldige match. Ja. En voor uw CV was dat natuurlijk. Ja, veel beter. Geweest. Dan ging het misschien, misschien nog een keer niet. kunnen een sprong maken. Ja. En nu zijn ze. Ja, Yves, Yves gaat niks winnen zeker. Ik weet het niet wat ja. dat ze zijn. Dat ze zijn, dat ze wel. Want <laughs> je, je wordt ontslagen bij Oostende. Maar je zit niet langs onder werk. Want dan ging je amper. Hoeveel, hoeveel later De weken, was het? denk ik. Kijk, dan zit je bij A-agent. Ja. Dus dan zet je wel die stap eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Maar. Uh, ja, dat is een prachtige club. Oh. hè. Dan uh, strookt dat een klein beetje met mijn ambities ook, denk ik. Want ik heb ook lang moeten vechten als speler. om dan uiteindelijk uh, ja, de, de waardering en de erkenning te krijgen. om bij Anderlecht uh, volwaardig titularis te zijn. en ook uh, volwaardig international te zijn. Dus ik dacht, oké, okay, we zijn dezelfde weg aan het bewandelen. als trainer. Er is dus er niets mis mee. Misschien is dat door mijn te grote bescheidenheid. misschien, kan. En dan uh, ga ik aan de slag bij Gent. En, uh, Draaien we heel die boel om. Van de veertiende plaats naar de derde plaats. Op een gegeven moment zelfs tweede. Uh, ja. ja, na drie matchen play-off één staan we tweede. Op drie punten van Club Brugge voor uh, eigenlijk nog de titel te halen. Maar we kwamen wel van heel ver. Hè. Ja. En, dan, en daarna liep het ook wel mis. Dan liep het mis. Uh, ik, vind niet, dan, ik vind niet echt dat het misgelopen is. Want uh, um, ik ben... Uh, die de Waalse ploegen, en dat is dan standaard in Charleroi. Uh, spelen we zeker niet slechter op die andere matchen, qua moeilijker matchen, omdat je dan nog meer het spel moet maken. Maar zijn we wel zwaar benaderd geweest van, uh, van beslissingen uh, in, ons, uh, allee, in ons nadeel. Dat je, dat je zegt van uh, arbitrage heeft toch wel een grote rol gespeeld ze daar. Ik zeg niet dat we geen kampioen spelen, zeker niet. Uh, maar. Uh, het was toch ten onrechte dat we daar zoveel punten hadden verloren. We konden meer punten halen en gingen we zijn? dat denk ik niet. Maar de laatste twee matchen moeten we dan nog uh, op Club Brugge winnen. En op Anderlecht, denk ik, om nog Europees te spelen. En dat hebben we <laughs> ja, nog gehaald. dan. Ja. ja, dat is zot, eigenlijk. Ja. Ja, het, dat je daar nog zes op, zich, zes had, uh, na dat seizoen is dat wel gek. Maar ja. ik kreeg van, van mijn uh, Peter Verplanken, toenmalige manager, die dan. Uh, de, de berekening van het punten dat we haalden, dat was het eerste van ooit geweest van een agent. En dan uh, ja, zeiden ze natuurlijk tevreden over het parcours, maar ik dacht uh, ja, bij, 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 bij meneer De Witte en uh, meneer Loagy dan ze misschien toch nog gedacht hadden dat we een kampioenspelen, maar dat was... Dat was we kwamen ja. te ver, denk ik. Ja, maar was ja. dan oh, als je al ge ge, ge dat gesprek wat je ge neemt in oktober over was sowieso heel moeilijk, is denk ik als coach. Dan heb je toch een gesprek met De Witten en Louis, hier, wat de verwachtingen zijn. Europees? Ja, oké, okay, dan haal je. Maar, ja. allez, dat haal je dus, en je komt zelfs nog heel dicht in die play-off 1. Dan kunnen zij toch niet anders dan heel tevreden te zijn van uw werk. En, en maar daarom heb, mogen, daarom heb ik ook het nieuwe jaar mogen beginnen. Ja. He, maar, maar dan gaat het ook weer uh, heel rap. Dus dat vind ik zo raar. Het vertrouwen groeit misschien ja. snel, maar gaat ook weer heel rap weg. Ja, ja ik voel me daar ook wel een beetje gepakt. Hè. Ik, bedoel, ik ga dat ook niet onder stoelen of banken steken. Ik denk dat er heel wat andere trainers veel meer krediet kregen, of, of dat ik toen gekregen ik heb. Ik vind het heel en, opvallend. Hè, uh, ja. Ik denk dat je ook het hele verhaal moet vertellen. En uh, daarmee bedoel ik, er waren jaren ervoor, waar dan er soms trainers met moeite play-off inhalen met dat agent. Met moeite, en daarna ook nog met moeite, terwijl, ik op de veertiende plaats staan en we zaten gemakkelijk in play-off Dus uh, waar is het verschil? Het jaar dat ik dan verder gedaan heb, he, hebben ze voor meer dan 50 miljoen euro verkocht aan spelers. En dan hm. moet ik Europees spelen en met twee uh, kwalificatieronden. Uh, Biljastok en Bordeaux. Ja, Bordeaux. En in Bordeaux... Uh, wat we konden gewonnen hebben ze. Ojija kwetste hem na een kwartier in Bordeaux. En dat was jammer. En thuis hadden we het nagelaten om te scoren, we waren heer en meester, met een ploeg, een hele nieuwe ploeg, waar heel de verdediging was weg, uh, Bron was weg, uh, Gigo was weg, en dat waren wel de mannen waarom ik ja, ja. zoveel keer in de nul gehaald Ja, Gigo had, was in die playoffs enorm sterk. Ja, ja. hij was gewoon berensterk. Ja. Hmm. Zijn carrière bewijst het ook hè. Uh, sparta Moskou. Uh, nu zit hij in Marseille, uh, dat is een rots. Dat is een rots. Toen Gent kwam, waren er trouwens ook nog eens gesprekken om assistent te worden bij Anderlecht. Ja. Met hen mee te gaan, dan ja. eigenlijk. Ja. Uh, Had ook wel mooi kunnen zijn, denk ik. Ja, ja. En, en ook omdat je misschien als ex speler ja, like, dan een klein beetje ja, iemand van het huis, uh, kan niet zijn de controle bewaard, maar toch uh, het reis en zeilen kunt communiceren Tuurlijk, ja. op een deftige manier, een eerlijke manier. Uh, zonder daarom uh, iemand pijn te doen. Uh, ik vind uh, die, die iemand die het reis en zeilen van de club kent of iemand die dan gespeeld heeft, dat dat altijd een meerwaarde is als je dat kunt in een technische staf steken. Ik vind dat altijd wel een grote meerwaarde ondertussen hebben ze dan niet meer in ander denk ik. Iemand die daarbij zit? Ja, dat zullen er we wel zijn, maar niet meer veel, nee. Niet meer op nee, de bank? Nee, denk nee, op ik? de nee. bank ook niet. Gunther nee. van Andenhove was een beetje de laatste die daar heel lang heeft gezeten, denk ik. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, heeft he? nee. Heeft hij hem nee. bij Anderlecht gespeeld? Nee, 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 niet gespeeld, maar die had er wel Ja, die was er al een tijdje, hè? Nee, maar het is wel opvallend, denk ik, dat dan mensen als louis en De Witte kennen toch ook Belgisch voetbal en kennen toch ook de status van Agen binnen dat geheel. Dat ze dan toch zo rap durven zeggen: ja, we zoeken toch een andere trainer. Ja. Ik vind dat wel op. Ik vind dat ook wel, ik, ik ben toch wel dat gesprek met ben toch echt een Belg en ik wil in wijzen. België ja. succes halen. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik versta ook niet goed, uh, wij hebben ook nooit geen woorden gehad en zo. Ja, soms kun je, weet je het niet hè, waarom dat, dat dan gebeurt. Uh, en, en ja, mijn ontslag is gekomen. Uh, na een uh, zware verliespartij thuis tegen Henk, denk ik, 1-5. En eigenlijk uh, wist iedereen al dat ik buiten lag de dag dan niet. En uh, ja, ze gingen mij. Normaal was er elke keer een uh, maaltijd, de, de maandag of dinsdag, voor de analyse van de wedstrijd en zo. Dus uh, dat was een gewoonte. En uh, de maandag uh, belde mij door een dag dat ik daar om 5 uur 30 of 6 uur moest zijn. En uh, ja, ik dacht, maandagavond, 5 uur, 6 uur. Oh, ik bedoel. Waar wij gewoon die vergadering hebben. En heel die parking stond vol. Ik zei: wat is dat hier en daar ja, direct een micro onder mijn mond. En ik zei: ja, Ik kom voor de algemene vergadering van van de week. Ja, we zien wel wat er gebeurt. Maar dat was, dat, was, dat was toch niet normaal. Iedereen wist dat toen, dacht ik. Buiten eh? nee, jij. Ja. Ja. Het blijft toch iets vreemd. Hè? Dat... Maar dat is moeilijk. Men, dat is moeilijk aan het voetbal afscheid maar, nemen van trainers hij, dat daar hij is nu bestuursmens en als je nu een trainer moet ontslaan ga je zorgen dat iedereen of ga je proberen dat die in een rustige kader dat je misschien even communiceert uh, ik, heb het, en zegt, ik heb het gedaan, maar het is, dat is niet vergelijkbaar natuurlijk, want daar staat geen pers te, te ja. wachten of, dus. ja, maar uh, ik heb alles wel uh, gedaan voor hij aan zijn trainingsvoorbereidingen maar stel nu dat, dat je bij Real, Real Madrid uh, het woord zeggen hebt en je trainer moet bijna ga je dat toch proberen eh, ergens eh, waar dat rustig is. En verstandelijk misschien proberen eh, die mensen ook een keer wat rustiger. Ja. Al die kamer, al die, Waarom is dat voor nodig? Maar ik denk dat ze intern. Ja, ze babbelen is... daarover. En er zijn te veel mensen op de hoogte dat ze daarover misschien, aan het babbelen misschien, zijn. En dan is weer, weer een balletje die aan het rollen en is. En dan, dan lekt dan wel. naar de pers. En zo'n grote lekt. ploegen. Oh, ja, dat, een <coughs> lek is snel gebeurd. Ja, dat dan. lekt. Ja, maar dat ja, ik zou is... inderdaad wel nooit op de, op de club zelf. Afspreken. Oh, nee. voilà. Dat zou ik wel nee. nooit. Voilà. Nee. Zeker niet bij een prof als agent met heel veel persaandacht. Dat zou ik nooit in het stadion of mm zo -hmm. afspreken. Huh. Ja. Je kreeg ook heel wat kritiek hè, na je ontslag. Als je dat dan hoorde, uh, de, zeker de voetbalanalisten die je dan begonnen te bespreken: is Yves van der Hagen wel een trainer voor een topclub? Heeft jou dat geraakt? Uh, nee, niet echt. Uh, van mij moeten ze alles zijn, wat ze wel. Zit hierin en daar weer uit. En ik heb dat geleerd <laughs> een beetje door uh, Emmy aan Als trainer moet je een van te vel hebben. En um, ik weet zelfs niet dat ik veel kritiek had op al die. Uh... Ja, er waren een paar artikels toen, ja? uh, dat herinner ik mij ook nog. Ik maar vond dat ik ook weet snel. Ik want... er wel dat er een aantal persmensen uh, uh, misschien me niet zo heel graag hebben. En dat dat dan uh, daar. Uh, nog een keer extra in de verf kan gezet worden omdat ze er een slag kunnen binnenhalen dan. Ik ja. uh, wil hier ook geen namen noemen, maar uh, die persoon waar ik het over heb, gaat misschien wel weten wie dat is. Ja, maar het is Ik denk hem. dat hij dezelfde ja. initialen als mij heeft, maar... <laughs> uh, dat is zeker kunnen. Ja. Uh. Ja, je moet niet ja zeggen, want het is ook... <laughs> nee, maar dat is, dat is vaak, hè. als er een nieuwe, uh, ja, sexy, aantrekkelijke Belgische trainer opstaat die het goed doet met een klein club, en die gaan naar een topclub eh, hij naar Genk. Zij iedereen naar Genk. Oei, ik kan het niet op het hoogste niveau. Bob Peters kreeg zijn kans bij Agent Ah, Het lukt niet meteen. Kan dat, dat, is, dat, dat gebeurt, hè. Bij U was Agent ook uw eerste top 6 ploeg. Ja. En als je dan wordt ontzettend... ja, ik kan het. Dat als dan je dan naar, naar de cijfer, cijfermatig. dat hadden ja. ook serieus schieters hè. Ja. Wat wat, 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 wat krijgt wat kracht van spreken hebben ze dan? Dat is gewoon uithalen ja. volgens mij. mee. Hmm. Dat is Ja, nee, nee zorg. Maar ja, je, je gaat daarna wel terug naar Kortrijk. Ja, dat, vond, dat is wel heel opvallend na hoe het daar geëindigd is, dat je inderdaad toch terug gaat naar, naar Kortrijk. En ook allemaal heel snel weer, hè. Geen, geen tijd pakken ja. om even te rusten of zo. Nee, maar nee. dat was wel een beetje door mijn vader ook. Mijn vader zegt: Wat ga je thuis doen? <laughs> ja, <maar> ja. <laughs> ja, ja. ja je, is, je is twee jaar geleden in de storm, ja. en nu bleef ik wel thuis. nee, ja. <laughs> uh, maar. Uh, ja, mijn papa, een echte West-Vlaming. Uh, Kom aan, die vrouw had. je besprak alles bij hem. Ja, alles. Eigenlijk, ja. dat mis ik hem wel. voor... Het uh, ja, is de tweede moet... keer dat terugkomt. Ja. Dan je zegt, mijn vader zei ja, dat Ja, toe. mijn vader is uh, iemand. Uh, met de wijsheid van een vader. Als je een luister naar, de, de ja. naar toe, hè. En, ja, Als je dan een vraag hebt, dan, dan stel je dat aan hem. En en dat niet bij iemand anders. Te, maar bij mij, ja, mijn vader is. Om ja, mijn hot. Ja. Ja, ja. Ja, begrijp ik. Herkenbaar. Ja. Mm. Mm. Heel herkenbaar, inderdaad. Um, had je dat misschien nodig gehad wel even tijd om te rusten na wat mm. je had meegemaakt. Mm. Eerst al de overgang van KVK naar KVO. Dan intense jaren bij Oostende. Hoe het daar geëindigd is, meteen naar Gent. Dat is wel veel op, op korte tijd misschien. Ja, maar toch kan ik er tegen. Hè. Ik bedoel, uh, de, een keer dat je weer aan het werken zit, zet je weer in die drive en die modus van voetbal, 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 voetbal. Ja. En ja, vroeg opstaan, laat in je bed, uh, ff, kan er niemand kapot krijgen. Hè, omdat je, <laughs> je bent met iets bezig hè. Je bent. Zijn met, met die ploeg bezig. En ja, er zijn natuurlijk soms activiteiten die je liever niet doet. Um, ja, interviews uh, van, van dergelijke dingen die wel soms een keer wegen omdat je weet dat er ergens een, een, een vervelende vraag gaat komen maar je wandelt daardoor hmm. de, de, die prestatie om, 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 om die ploeg echt wel klaar te zetten in een match, daar doe je alles voor daar laat alles voor ook zou dus je ook zo wat uh, eerst terug naar Kortrijk te gaan van uh, pas op, het was niet, het was niet zo evident hè, in het begin. Nee, nee, dat, dat was het. Er waren er nog vele, als ik op het veld kwam, die begonnen te roepen. <laughs> ja, ja, ze waren het niet vergeten. Er het zijn er nog een paar die het niet vergeten zijn. Ja. Van held qua... naar geld was zo een wow. spandoek. En dan dacht ik altijd, een West-Vlaming die van held naar geld... Maar bedoel, is dat zo'n schande dat ik uh, naar daar geweest ben om voor daar meer te verdienen? Ik denk dat degene die daar roepen, dat een schande is dat die dat nu hun plaats allemaal zelf ook hadden gedaan. Voilà. Maar, ja. Maar ja, supporters zijn vaak irrationeel. Hè. Als je liefde hebt voor een club, dan stijgt het veel andere Dat thingen. maakt het mooi en lelijk. Tegelijk. Ja, nee, maar het is eigenlijk maar een toonbeeld dat ze je heel graag hadden. Ja, ook omdat je, ja, het heeft hun pijn gedaan dat je wegging, dus ze hadden nu super. Maar dat graag. is een mooie... Uh, ay, da, daarmee kan kleven, leven, zeg. Voilà. <laughs> Maar hoe, hoe is die toenadering gekomen? Want ik denk ook wel voor het bestuur van KV Kortrijk dat het ook niet evident moet geweest zijn dan om u te bellen. Opnieuw bij jou aan te bellen, zeggen. Yves, kom je niet terug? Nee, want uh, om misschien uh, na, na, nu naar deze periode uh, te refereren, um, dan bellen ze mij van uh, Glenn De Boek wordt ontslagen. Aïef ah, zijn geïnteresseerd in, in, in Kortrijk. Ik zeg, als Kortrijk mij wilt, gaan ze mij wel vinden. Hè? Dus, uh, daar, daar heb ik wel geen manager voor nodig. Nee, dat snap Om wat te zeggen. Dus, uh, maar nee, lijkt me... heel simpel. Ja. Matthias uh, en mezelf uh, komen wel uh, genoeg overeen. Niet dat we elkaar uh, dagelijks bellen, maar we weten wat dat voor elkaar betekent. Hebben. Dus, uh, maar alleen zat wel, traffe uitspraken gedaan ook wel uit de soort. Ja, hij was de ook uit een ontgoocheling. Ja, en dan Durf... moet je wel terug aan de tafel gaan zitten. Ja, ja. maar ik denk dat toen uh, alleen al geen voorzitter niet meer ja, was. Ja, okay, en ja. uh, uh, meneer alleen en mezelf uh, kunnen zieken door dezelfde ja, okay. deur, In Integendeel, he. het, het uh, accidentje toch? dat we ja, gehad ja. hebben is, uh, is vergeten. En ik uh, denk dat dat uh, ook mooi is dat je achteraf weer kunt ja. uh, een keer, uh, erover praten en zeggen van dat is gebeurd en niks anders. En Glende Boek. Want dat, is, dat ligt mij ook moeilijk. Jullie zijn wel collega's van elkaar. En na een slag komt er een nieuwe trainer. En het was heel kort bij, bij elkaar. Zijn ontslag en uw aanstelling. Dus uh, toen wel, hè? Ja. Toen wel, ja. En, en uh, uiteindelijk was. Uh, Bel je dan? Of? Nee, uh, maar uh, ik kan wel begrijpen dat Glen uh, het deontologisch misschien niet helemaal juist vond. En uh, wat er aan het gebeuren was. Uh, ze belden mij of ik geïnteresseerd was. Ik zeg ja, maar ik zeg jullie hebben een goede trainer. Ik zeg, eh, Glenn heeft al getoond eh, hoe dat de ploeg kan spelen. En het zat niet altijd mee ook, want ze waren wel niet slecht aan het voetballen, vond ik. En eh, op een gegeven moment, wel eh, ja, eens opnieuw. Maar ik zeg ja, maar probeer nu eerst een keer de eerste stap te doen. En dat is dan eh, eh, effectief de trainer te ontslaan. En dan te beginnen met de volgende. Okay, dat gebeurt niet meer hè, tegenwoordig. Als er iemand buiten ligt, dan weet je ja. dat, dat, dat Ze er al, al een beetje is tribunen, met een ja. ander. Ja, ja. Dus en van mij is dat inderdaad dan... Uh, in de woensdagavond is er een gesprek geweest. En de donderdagmorgen, ik had het nog niet geteend, en de donderdagmorgen moest Klin nog een oefenmatch doen of zo. Ja. Uh, ja. In Antwerpen ergens, denk ja. ik. Ja, en daardoor... Uh, ja, en hij zegt dat de spelers het toen al wisten. En in en de happy. bus... of, ja. of allee, Daar komt hij eigenlijk te weten dat hij ontslagen gaat worden. En jij wordt meteen aangesteld. Ja, maar de hoosenhaven ja. hebben ze wel lang bij mij thuis gezien. Dat is ja. wel waar. Ja. Ja. Dat is ambetand toch voor u? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar ik was er enorm door verveeld. Ja. Ik was er enorm door verveeld. En ook dan nog dat, dat, dat ze zo gezegd hebben, dan gaan ontslaan, dat we dan samen komen voor het contract te tenen. en de volgende morgen laten ze hem nog een keer werken. Sorry, maar dat is ook heel slecht gemanaged door ja. KV Kortrijk. Op dat moment. Ja, ja dat is. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Abs heb je zelf niet twee keer moeten nadenken van, ga ik het wel doen opnieuw? KVK? Oh. Want er zijn ook wel... Maar nee, want wat ga je thuis zitten? <laughs> dat, dat is wat nee, mij ja. meer dan, er zijn dingen gebeurd ook die persoonlijk nee. wel zijn binnengekomen. Jawel, maar... Uh, ja, dat moet het door, hè. Ik denk, uh, Het is toch ook een beetje je club, eigenlijk. Ja, ja. eigenlijk wel, ja. Door de geschiedenis. Ja, alleen, door, door de geschiedenis, ik tijd. heb dat nooit zelf gevoetbald, hè. Nee. Maar als uh, trainer wel. Ja. Uh, dat is een club die mij. Ja, ik heb daar meer. Ik heb er denk ik tien jaar gewerkt. Ah, dus dat is ja. toch al veel, hè? Dat is inderdaad. Niet niks. Het is vlak. Alleen, het is uw strijkwet. Je, je kent daar ook iedereen. Ik begrijp dat. Je moet ook over dingen kunnen heen stappen in het voetbal. Absoluut. Want anders kun ja. je. Moet, je moet een kort geheugen hebben. Tuurlijk. Anders wordt zo. het vaak heel moeilijk. Mm. En je wordt in je derde seizoen daar ontslagen. Een dag later teken je al bij Cerkelbrugge. <laughs> was een dag later. Dat was een dag later, hè? Want ik heb. Uh, Gezien wel. Ik, ik heb dat ook. Ja. Maar ik wou even heel kort, omdat het is met streep, niet, nooit voetbal, maar toen we Muskroen uh, speelden, woonde je toen in Kortrijk? Nee, ik ben okay. geboren en toen in Roeselaren. En ik heb altijd, uh, zelfs als ik in Anderlecht speelde, altijd in Roeselaren gewoond. Oké. Okay. Ja, mooi. Heel Oké. Okay. Nee, okay. maar dan, je maakt dan hetzelfde mee uh, wat Glen meemaakte, hè? want Elsner zat toen toch al in de tribune, dat werd toen toch gezegd. Ja. Uh, en die pakt over van jou meteen ook ja maar ja. dat is ook zo'n verhaal dat je eigenlijk echt niet kan begrijpen als trainer ik uh, denk dat we na nieuwjaar echt wel nog een aantal matchen moesten winnen en dan uh, denk ik winnen we achtereenvolgens tegen Henk Standaard en Gent denk ik dus denk je van ja, als middenmotor met KV Kortrijk toch niet <laughs> slecht gepresteerd hè. Nee. en dan uh, de transfer window is nog open hè. En dan gaan je één keer uh, Boyo weg denk ik mm -hmm. uh, Le Point en Van der Brugge, die worden getransfereerd en dan speelden we nog drie matchen waar we onterecht verloren hebben de postende op een sneeuwveld we gingen nooit gespeeld hebben de hedendaags want dat was, echt niet, dat was geen voetbal meer en we, we, we pakken 1 op 9 dan maar wat, zijn ze die drie topmatchen vergeten of wat? En eh, dan word ik ontslagen. Het klacht toch nog wel iets onderliggend aan. Eh, wat ik heel flauw vond, wat ik ook gewonnen heb voor een rechtbank. Dat je een soort eh, aandelenopties opties kreeg voor een aanzienlijk bedrag. De eerste februari. En zeggen ze, ze zijn hem een keer ontslaan. De 31e januari. Maar ik heb dat dan toch gewonnen. Ze dachten ze slim te zijn. Ja. ja. Dus maar, je hebt aandelen dan? Nee, dat waren uh, waranten. Een soort uh, ja. waranten. Ik denk dat dat meer gekend is in uh, de zakenwereld. Zoals dus ja. ja, CEO's en ja. zo te betalen. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> Jij moet dat snappen van ons, ja? Uh, uh, CEO was ja. enige. Van de... <laughs> zo, bedoel, zo bedoel ik het absoluut. Circle Brugge is toch ook weer een kunststukje. Want de carrière gaat wel snel vooruit, omdat je in een periode is dat je heel, heel veel wisselt. Maar dan wordt dat soms vergeten. Die paar maanden cirkel is toch ook weer heel straf eigenlijk. Ja, maar ja. als we nog even terug gaan, want één dag, of ja, laat ons zeggen dan misschien twee dagen tussen, dat je dan niet al met cirkel aan het spreken? Nee, 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 absoluut niet. Amai, maar dan gaat het toch super ja, snel Ja, maar dat is, ja, precies, dat ja. is dan... Uh, um, uh, hoe is dat contact gekomen? Ik denk dat... Uh, de toenmalige manager, de Mexicaan Carlos Avinia mij persoonlijk gecontacteerd heeft en dat we dan uh, uh, eigenlijk in Antwerpen denk ik samen gaan zitten hebben, omdat uh, zowel we nog iemand erbij hebben ook. En uh, ik dacht aan Thomas Buffel, omdat hij ook bij Cerkelbrugge Brugge heeft. Hm, ik heb ja. ook uh, mijn debuut gemaakt in eerste ja. klasse bij Cerkelbrugge. Brugge. Dus en. Um, dan kwamen wij daar allemaal samen en dat was eigenlijk heel snel uh, klonken dan. Okay. Ja. Eigenlijk kan dat snel gaan, ja, denk ik maar. Ja, lijkt me ook een slimme move. Want ondertussen zet je wel de coach van, om met kleinere clubs beter te presteren. En Zerkler, ja, die zaten wel in heel slechte papieren. Dus ik zou, dan, je zet die trainer wel ondertussen wat geworden. Toch? Jawel, maar ik vond het wel mooi hoe dat je het uh, verwoordde. Een kunststukje. Ja, ik vind het dat... uh, leuk. <laughs> uh, ik denk dat we daar in een groep terechtgekomen hebben... Die wel wat potentieel had, maar die waren allemaal zo geslagen, ligt hond. Die verloren elke match met één groot verschil, terwijl je ja, zoveel keren eigenlijk kon zien dat ze de betere ploeg waren. En ze konden daar resultaat niet omdraaien. En uh, dat mentaal woog dat wel. Ik begin daar mijn eerste week, KV Mechelen. We verliezen 0-1. Ja. En dan hebben we vooral veel mentaal werk. En uh, dat staat je denk ik, vijf punten in het krijt om, om zich nog te redden, denk ik. Ja, ja. En uh, toch hebben we dat erdoor getrokken. Ik vond dat echt wel, ja, eigenlijk uh, ja, na, magisch. na, na 26 speeldagen staat Cercle gewoon laatste, hè. Mm -hmm. En dat is niet speeldag één, hè. Speeldag 26, hè? Ja. Om je dan nog te redden, is wel straf. Ja, ik dacht zeven of 8 matchen, ja, ja inderdaad. Ja. 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 En, alleen dat is, dat is misschien een rare vraag, maar het, uh, Michiel van Damme, woog dat op de groep ook, dat, die tijd? Die was er ook, die was ja, daar ook, hè. Wat er ook, Ja, ik denk dat dat wel moet wegen. Ook, ja, moet dat niet net, net energie dat geven? Dat kan, en, en, dat kan twee kanten ja, op, denk ik. En een Spelers waren wel eh, enorm naar, naar, naar hem verbonden, ja. Ja. Hij voelde dat. En al die Vlaamse jongens, ze, ze leefden zo mee met hem. Ja. en hij zag gewoon een en al hoop ja. om, uh, om, om die jongen er terug door ja. te krijgen. Hè. En, uh, hij kwam, kwam vrij regelmatig op de pitch. Ja, ja. ja enorm, enorm. En hij gaf nog dan een aftrap en zo. En ik denk wel dat, dat als spelers op dat veld staat, dat dat wel. Hij ah, is uw vriend, hè? Ja, en dat, dat je daar was... heel erg mee meeleeft leeft. Dat dat misschien ook wel weegt in zo'n seizoen, dat het wat minder maar, gaat. Voilà, als je dan inderdaad uh, uh, laatste staat. En uh, hij wil ergens iets hebben waar je kan aan optrekken. Ja, dan moet je kijken naar. Uh, dat zo'n gast die er alles aan doet. Ja, alle die, vechten, die, die zit te vechten ja. voor zijn leven. Ja, ja, ja. Dus dan zeggen ze van, kom maar jongens, we gaan ja. er nog een keer voor gaan. En dat was vooral ons, ons werk om ze mentaal te kunnen overtuigen ja. van, wij kunnen wel winnen. Ja. En in die periode hebben wij zelfs twee matchen, uh, twee keer gewonnen thuis met tien man. Hey. Na een half uur met tien man. En, en zelfs uh, ja, die neerde match stonden we wel 2-0 voor, denk ik. Beerschot-Leuven was denk ik. En in die andere match stonden we zelfs nog 0-0 en winnen we toch. Hè? Mm. En ja, dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat echt een schone dat we gedaan hebben. Mm. Om, om cirkelbruggen nog in, in eerste klasse te houden. Ja, en ook durven keuzes maken, toch? De Koster van auto, de man ook. Je hebt die wel veel meer minuten gegeven dan ervoor. Hè? Dat is wel bewust. Ja, als je ziet wat er van de Koster gekomen is. Die zit nu wel in Zultuwergem, maar dan... Uh, de andere twee. Ja, ja, ja. Maar ja, okay, ja, je moet het wel zien als ja. trainer en durven zitten in een degradatiestrijd. Ja. Jonge gasten. Wat, uh, het, wat dat er altijd deugt, is, is dat de, bijvoorbeeld Olivier de Man zegt: van, Ik heb dat wel te danken aan niet van der Hagen. Ja. En dat, is, uh, dat doet altijd wel deugd. Omdat je, ja, je moet soms. Ja, uh, je maakt keuzes en je ziet het in iemand. En dat, dat blijkt dan te marcheren. En dat is wel leuk. Die Matta uh, kwam van standaard, had nog geen ene match gespeeld in de eerste klasse kreeg uh, zijn plaats voor Akpala en voor um, uh, Spits van Anderlecht. Uh, ik heb het al zijn naam gezegd. Siani. Ja, nee. Hey? nee, Syriac. Syriac. Syriac ja, ja. Voor Syriac. En, en wat die jongen in de voorbereidingen. ze kon er niet naast moet, kijken. Ja. Ja. Nee, maar om midden van het seizoen, allez, zelfs niet midden van het seizoen, je pakt over ergens in februari, denk ik, om dan nog jonge gasten te gaan inwerken. Dat ja, gaat er niet failliet in, in. Zeker in zo'n penibele ja, situatie. Dus, ja, dat, geldt, dat maakt het door. eigenlijk vooral ja. straf. Maar dat is, is raar. Ik ga al heel mijn carrière als coach regelmatig gaan kijken naar de beloften. En ik had hem een keer bezig gezien bij de beloften. Wat uh, een vervelend, man. de man. De man, ja, ja. vervelend manneke dat was. Ja. Uh, en, ja, ik Jij dacht, dat heb ik nou ja Ik heb bijvoorbeeld nu ook weer al een aantal beloftematjes gezien dat ik zeg van. Ah, ja. Dine gast moet ik in de gaten houden. Uh, dus... Ja, zeg maar hoor, dan schrijf ik zo voor nee, maar... <laughs> ik, wil, ik wil wel je een naam zeggen, bijvoorbeeld Humar van bij Club Brugge. Ja, in houden? Ja, ja, ik vind het wel, ik vind wel uh, een goed speler, ja. ja. Dus alleen, maar, uh, en, en die had ik toen ook opgemerkt. En de eerste match, uh, na onze aanstelling, zaten wij in de tribune, omdat dat de uh, smiddag pas maar uh, getekend geweest was. En dat was op Leuven voor de Beker. En de man speelde mee. Die eerste minuut penalty oh, die is daar weer. Ze. En ja, zo. En een goede mentaliteit, daar komt ook al ver mee. Mm. Maar je bewijst ook bij CERCLE ergens een tendens in je, in je trainerscarrière. Ergens aankomen en wel onmiddellijk een impact hebben. Ja. En onmiddellijk een situatie een bepaalde richting in kunnen duwen. Wel, ik geloof ook wel in mezelf. hè. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar dat is natuurlijk nog geen garantie, garantie op, op succes voor de ploeg, nee, omdat maar, jij jezelf gelooft. Ik, ik Je voelt ik misschien dat misschien wel. Dat ik iets kan teweegbrengen bij een groep. En maar nou, had jij van die trucjes? Want bijvoorbeeld van George Lekens wordt gezegd, hij komt binnen en hij schildert de kleedkamer in ja, een andere kleur. Hij gewoon schildert om... de muren. Ja, om iedereen even gewoon wakker te schudden. Of hij verandert de posities van waar ze zitten in de kleedkamer. Ja, ja en dan gewoon... wordt dan gezegd dat ze hem de kleedkamer schilderen, want vaak was het dan een zeer oude, vieze kleedkamer. Hij, hij pakt het professioneel aan. <laughs> dat was zo zijn leven. Nee, maar ja. dat is, dat is hij zo wakker schilderen. Andere kapitein aanduiden. Alle kastjes uh, veranderen. Ja. Voilà. <laughs> maar ik heb nu echt trucjes, Ik ben gewoon mezelf. En uh, ik denk wel... Uh, als het over sport gaat, we hebben daar juist misschien even padel uh, <laughs> verwoord, dan dat wil, ik, dat wil ik winnen. En ik kan dat heel, ik kan dat heel goed doen. Hè. Naar, naar spelers dat? toe, van grind dat toe. Maar niet, niet door zo'n lastige te zijn. Nee, 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 uh, zeker niet. Uh, zeker uh, want ja, want dat, dat dat ook Bij mij uh, uh, krijgen well, in, in 80% 90% van de gevallen, krijgen de spelers altijd uitleg uh. als ze op de bank zitten. En ik vind dat ook een gemakkelijke uh, communicatie. Maar ze is altijd gefundeerd. Als ik zeg van, ja, ik vond dat je van de week wat minder scherp was, of vorige week heb je dat niet gedaan, wat ik gevraagd heb, of ja, je hebt misschien een klein kwaaltje, ik geloof er niet in dat je 100% bent. Hm. Maar bijvoorbeeld dat padellen vind ik wel... Je ik padelt veel met Olivier Deschacht, mm -hmm. hij slaagt twee onnozele volleys in het net op een belangrijk moment. Dan is het niet van, oh wat doe je nu, maar van, kom aan, de volgende keer wel. Ik ga kom aan zeggen. Ja, Olivier gaat zijn, tot om Als wij dat doen, Filip Joost zegt ook tegen mij, kom aan. Sam zegt tegen Joris Brijs, alleen wat doe je <laughs> Ja, dat ja, is eigenlijk ja, een ik beetje hoor. ons. Ja. <laughs> uh, ja, Olivier is, is negatief en ik ben de, po <laughs> ik ben de positieve. Ah, ja. en Olivier is een negatief. En wie is de beste? Ja. Goh, ik denk dat Olivier vetter is of ik. En dat die daardoor. Want bij Padel maakt fitness niet superveel uit. Dat heb ik gezien toen Evert padelde. Nee, dat is waar. Wacht, wat wilde daar nu weer zeggen? Je was goed. Hij werd niet slecht. Maar ja. Welk niveau hebben jullie? Het laagste. Heel laag. Wij hebben ook geen punten, normaal. Jawel, jullie zijn. Maar ik denk dat Schellen mijn link speelt, dat Kellen ons klopt. Ik heb van horen zeggen: mensen die al tegen jullie gespeeld hebben, dat jullie wel echt goed zijn. Uh, dus, ja, ja, ja. En, maar bij mij ja. is het soms een beetje uh, afwisselend. In die zin, als je constant trainer bent en je kunt maar één keer spelen in een maand, ja, ja, dan zijn ze niet top. Maar Dat basis nu ben ik al drie maanden ja. geen, geen trainer en nu ben ik wel top. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> in Ons, uh, onze is We spelen één keer om de... Drie maanden. Zoiets. Ja, dus ja, ja. kijk, dat is, dat is denk ik een duidelijke reden. Ik zou niet maar tegen is moeilijk voor te lobben hè van jullie? Ja. <laughs> Pas op, we slagen eronder ook. Hè. Ja, ja. <laughs> Gebeur, gebeurt nog meer we dan. Springen je en nog. missen. Dat ja. gebeurt ook. Ja, er gebeuren, er gebeuren heel veel dingen als wij, padellen. Uh, na Brugge nog één. voorlopig, Je laatste Belgische club, nog een keer naar KV Oostende. Maar dat was het Oostende na Markoeken. Ja. Vergelijk dat eens hoe dat was, die laatste periode daar met de Marikoeken periode. Goh ja. Ik denk dat er. Uh, dag en nacht. Uh, ja, dag en nacht verschil. Weinig communicatie. Uh, weinig. Uh, ja, hoe, dat je weet wat dat er eigenlijk in de club uh, aan het gebeuren is. En ja, het klopt natuurlijk. Het is wel een eentje in amerika weg. We gaan weer. We moeten bellen, ja. Maar je hebt er eigenlijk weinig vat op. Uh, nee, ja. Ze proberen die viestzaal die wel intact te houden. En uh, oké, okay, dat, dat, dat lukt nog wel. Maar je voelt toch wel dat er uh, wat problemen zijn hé, onderliggend, uh, vooral financieel dan. Hé. Want in het begin van dat, dat verhaal was het wel van: de, de goede Amerikanen er komt naar Oostende. En Conway werd ook wel geportretteerd als iemand die het goed meende en, en ook in Oostende wou komen wonen. En, dat zag je ook in Cusboys. Ja, daar serie met uh, een hele was heel duidelijk: iedereen de Amerikanen geloofden daar wel in. Maar jij voelde al van: ja, het is, het is toch niet zo. Die Conway was maar, daar niet zo vaak of zo. Ze waren er al een tijdje ondertussen. Uh. Ja, ik heb ook uh, het artikel gelezen onlangs dat, hij, dat, hij, uh, dat Conway dus de controleur was van de Amerikanen en dat hij naar al de ploegen uh, en naar Elsberg en naar uh, Nancy en uh, uh, welke zijn er nog, dat zijn er nog een paar, ja. overal de controle gingen uh, uitoefenen en hij werd daar waarschijnlijk ook nog voor betaald. En dan uh, ja uiteindelijk alle ticketjes, alle taxis, alle... Het ticketje voor de sneakers. Ja, hè, voilà, dat werd allemaal betaald. Dus uh, dan ja. denk je van, ja... Maar uh, ja, ik denk ook dat ze. Gewoon te weinig gewoon ja. te hoge salarissen ja. hadden. En uh, dat ze het allemaal niet meer konden betalen. Hè? Nee. Hmm. Zonde wel voor zo die club nu te zien. Want niemand weet wat er gaat gebeuren. Dat eigenlijk... contrast vooral is jammer. Ja. Hè? Dat contrast met KVO Stender dat we gezien hebben. Ja. Het blijft nog geen er... tien jaar geleden. Hè? Ja. In Belgisch maar voetbal nee. vind ik ook zo'n atypische, altijd leuke club. Ja, de, de, de Club aan de Zee. Het stadion ligt echt gewoon bijna op het strand. Dat ja, deed het wel Westerlo is ook zo altijd zo ja, sympathiek ja, geweest. Ja. Dus, ja, iets speciaals. Maar, maar uh, je ziet uh, in Oostende, trouw publiek, ze blijven gaan. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat ze nu uh, met uh, de revisor, die daar nu redelijk aan het optreden is, iets beter is. He. Ja, en en ja, het, het resulteert genoeg. Uh, verleden week zijn mijn we twee assistenten betaald geweest van een ontslag van een 22. Dat kan je dus niet voorstellen in, in een gewone uh, uh, KMO of ja, zo. Nee. Als er iemand buiten gesmeten wordt, dan moet die de volgende week ja. uitbetaald worden. Wij, ik, ik zit ondertussen een jaar en vier maanden te wachten. Ja, dan weet je dat er problemen zijn. Ja, maar oké, okay, uh, het goed, gaat blijkbaar opgelost worden. Ja, en en het ziet er beter uh, en beter uit. Ja, ik zou even uh, nog positief zijn tot het opgelost is. <laughs> en, <laughs> en, en, dat, dat was een en, beetje mijn, mijn netste. <laughs> <he. laughs> maar een, een rare vraag nu, he, ze bij recent dat die Amerikanen gesteld, maar had je het op dat moment toch ook nog gedaan? Gewoon omdat je verslaafd bent aan toch iets willen presteren? Ja, veld? ja verslaafd zijn is ja. misschien het ook niet, maar inderdaad, die drang is ja. er wel om om te werken en, en ja, ik denk, uh, trainer zijn, dat is wel op mijn profiel geschreven, dus... dus tweede klasse uh, van onder, zegt er nu nee tegen? Goh, uh, ik heb nog maar één keer in tweede klasse gewerkt, uh, uh, en dat was nu, uh, in Saoedi, uh. <laughs> ja. dat was natuurlijk voor mij, we proberen, uh, je weet nooit dat het lukt, en uh, dan heb je een springplank en dan, uh, dan denk ik wel dat... Uh, dat er iets ging gebeuren en uh, financieel dat wel uh, ja, ja, ja. serieus de moeite ging geweest zijn. Maar oké, okay, uh, uh, die mensen uh, zijn ook moeilijk uh, te bevatten, vind ik. Uh, hmm. Het zijn uh, rare mensen, ja. rare personen, maar... Maar bijvoorbeeld nu Lierse zocht een coach, die hebben voor Van den Broek gekozen. Zet uh, je daar dan ook? Ik heb niet gesolliciteerd. Nee, gesolliciteerd. nee, nee. nee ik, uh, ik heb nog nooit gesolliciteerd in mijn leven. Nee. Dus maar laat dit moet dan een, een open keer gaan sollicitatie doen. zijn? Ja. Hoe ja. zeg je? Laat dit een open sollicitatie zijn? Clubs mogen even bellen. Ja, tuurlijk. Voilà. tuurlijk. En ik denk uh, dat ik zeker nog altijd geloof in mezelf. En uh, dat je ook wel weet waar je voor staat wat, als je eenmaal een contract hebt, wat dat er kan gebeuren. Hm. En ja, al de negatiefste verhalen heb ik al allemaal meegemaakt. Dus het kan alleen maar positief zijn. Zeg, je hebt uh, bij, bij KVL-Stunnen die Amerikanen meegemaakt. Maar hoe, hoe was het bij Cercle om, om de invloed van Monaco? Mm. Hoe, hoe uitte uh, zich dat? Eigenlijk heb ik dat wel als positief ervaren. Want ik denk dus, dat het in uw tijd nog meer was dan nu. Eigenlijk. Ik denk het ook, dat ze het ja? een beetje aan het afbouwen zijn, maar ja, ik ben daar niet, niet 100% zeker van. Maar wat dat wij dan bijvoorbeeld verwezenlijkt hebben. en we redden ons. En in die, in die periode, dus dat we stil liggen, uh, gaan we met de week. Uh, met, met Carlos en met de technische staf gaan we naar Monaco. En we uh, bekijken daar uh, de trainingen van. De, de belofte. En wij geven ook een training aan die mannen, omdat we ze ja. dan zelf een keer aan het werk zien. Hola. En na, uh, daarna gaan we ook, uh, hoe noem je dat juist, de, de school gaan bezoeken en uh, de formation? Het interne. de Formation ja, gaan we gaan bezoeken. En ik heb daar eigenlijk een, uh, een hele uitleg gegeven, wie dat cirkel is. Ja, ja. Maar normaal moest Carlos dat doen, maar hij sprak geen Frans. En uh, ik heb dat dan gedaan. En uh, uiteindelijk heb ik geëindigd aan, uh, met, met de vraag te stellen aan die gasten. Wie zou het zien zitten om bij Cirkelbruggen te komen? En gaat er toch een paar enkelingen uh, zo met een, een arm omhoog? En dat is eigenlijk um, het bloeiende geweest. Vanaf toen hebben wij Utkus, Popovic, hebben wij meegebracht. Die jongens waren 19 jaar. Hè? Popovic hmm. is goed. Hè? En het jaar nadien hmm. allemaal starten, hè? starten, hè. Hmm. Terwijl dat ze nu al, uh, ja, hoe lang is het? leen drie jaar? Twee, drie jaar uh, al ervaring ja, hebben, in nee, nu? Ja. En Udkuzee nog wel uh, een, uh, een zware knieblessure gehad, hè. Dus Nu pas... hebben ze Le Maréchal, uh, ja, ook ja, een hele goeie ja, van Monaco. Ja, Jij wat... hebt Pavlovich nog gekregen, toch? Ja, ja, ja. een oh, ja, heel ja, goede ja, speler, hè. Ja, Amai. die zit uh, in Duitsland zeker, ja, ja, Bij Leipzig, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, nee, maar dat, dat, bij, dat verhaal, dat klopte gewoon toen. En die gasten komen naar hier, omdat ze voelen, ze zitten daar en, en ergens een... Uh, Vierde klasse Frankrijk niveau ja. te voetbal. En ze zien geen toekomst. En hier zijn dat volwaardige profs geworden. Ja, maar nee, dat, dat trainingscomplex van Monaco spreekt me wel aan. Wel, want was toen was gast. nog volledig geen opbouw. Ah, okay. Maar ze we hadden wel al een veld ja. volledig klaar. En uh, de, de gebouwen waren helemaal klaar, ja. maar ze waren nog niet allemaal in, uh, bruikbaar. Het goede leven wel. Ja, het was je. Ja. Maar dat je van boven op die rotsen ja. zit te kijken, en dat zie je. Dat was prachtig. Prachtig, ja. prachtig. Je hebt natuurlijk ook een heel uitgebreide spelerscarrière gehad. Maar ik denk als we daar nu over beginnen. Dat we over Dinnis ja, nog dat altijd is bijna, bezig zijn. Dat is bijna dat dat, ik weet het, ik weet het. Misschien moet Yves, als je dat ziet, nog eens oh, terugkomen. Ja. Dat we het uitgebreid kunnen ja. hebben over wat je als speler allemaal hebt ja. meegemaakt. Maar ik denk echt, als we daaraan beginnen, dat we het record verdubbelen. Ja, wat mijn eigen gevoel is dat, uh, dat ik er heel hard heb moeten voor vechten om uh, veel mensen te overtuigen. Een beetje met vallen en opstaan. Natuurlijk ook door mijn ziekte. Maar uiteindelijk dat toegekomen is, he. uh, ah, ja. het is. Het is te interessant, want het is wel een goede teaser voor deel ja, 2. Het is een extreem strafverhaal. Ja, dus kom ik kom heel graag uh, nog eens terug. Ik uh, zou nog enige uh, keer over uh, het ontslag in Cirkel. Want dat is op zich ook nog wel opvallend. Want ja, je wordt ontslagen na, ja, vond ik ook wel, uh, na een overwinning, één 4-overwinning zelfs. Na, na onze redding op zijn kamer, we nu bezig om uh, een nieuwe ploeg samen te stellen. Uh, het verhaal van die twee jonge kerels die na, naar België gekomen zijn, was uh, een meerwaarde. Maar Hans, mijn verdediging, was weg. Hè? Dus, en Pavlovic ja. en de kapitein, die, die dan uh, geen verlenging kreeg, uh, een en ook uh, linksvoet. Ja. En dan, uh, al die namen. Hè. Ja, ja. Hij ze waren ja. allemaal weg. Mijn vijf ze vier waren weg. Ja. Plus, Ugbo uh, was weg naar Henk. En dan begint het opnieuw. We beginnen met vijf op negen. En dan zat me een beetje... Uh, in hetzelfde verhaal van elke keer uh, een goede match speel en verliezen met één golletje verschil. Ik zijn, um, ik heb toen in de periode gezeten eigenlijk het meest moeilijke dat ik in mijn leven meegemaakt heb. De zwaarste periode? Mijn zwaarste periode, ja, dat en dat klinkt. is dat mijn vader ja. eigenlijk, ja, zo, ja, constant eigenlijk hij kost niks meer. Je lag in het ziekenhuis. Je kreeg chemo. Je verzwakte je woog nog 50 kilo. En op een duur moet je hele dag gaan waken. En ik zat daar ook s'nachts in het ziekenhuis. Ja. En ja, dat is lastig. Maar toch kon ik mij elke keer wel weer nadien voetbal. Wel een goede uitklatklep. Om dan daar je ding te doen. En op het moment dat mijn vader dan doodgaat. En begraven wordt, komt heel die delegatie van Cirkel. Maar blijkbaar hadden ze al beslist dat ik uh, ontslagen ja. was. Ja. En ik doe nog gans die week uit en we winnen tegen KV Mechelen met 2-1 thuis. Maar iedereen, ik heb eindelijk, we hebben het kunnen omdraaien. Iedereen was zo opgelucht: ja. de spelers, uh, alle medewerkers en alle sympathisanten van Cirkel waren zo roet oef. En de volgende morgen, uh, training, volledig klaar, ontbijt. En uh, Avinia komt daar binnen. Normaal kwam die de zondagmorgen niet. Dat is iemand van het bestuur, he. die moet niet werken in de zondag. Uh, <laughs> <van alle. laughs> nee, nee, dat is een grapje natuurlijk. Ja. En uh, ja, dan, 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 dan is alles klaar. En dan zegt hij: Ja, Yves, uh, wil je een ontslagbrief tekenen? Ik zei: Wat brief. Ik zei: We hebben toch gewonnen gisteren? Ik zei: nee dan nu? Ja, nou, bizar. Ah ja dat was ook zo'n verhaal uh, dat ik precies alleen maar kan meemaken ik weet het niet uh... het was meest, een van de meest bizarre verhalen van de laatste tien jaar denk ik ook omdat ze ze zaten er zelf ook wel mee toch en met de begrafenis van uw vader heb hebben daar heel hard toch ook zelf over nagedacht van wat zij dan eigenlijk al beslist oh ja het was zeker beslist van de en ik ervoor maar ze hebben dat toen niet gedaan omdat dat ging samenvallen. Nee. Heeft mij dan maar heel die shit en ja, een keer. Maar, ja, maar dat, dat? Nee, dat begrijp je ja, toch ook denkbaar, dat ze daarmee ja. zitten? Ik begrijp ook wel dat je dat dan denkt: van, ja, dit kunnen we nu doen. Dat wel is een doen. heel moeilijke situatie. Ja, het is een moeilijke situatie. Wat hadden ze moeten ja. doen? Ik zit al maanden. Ik zit al maanden ja. met mijn vader. Ja. Maar om dan in die week ja. ook nog eens te gaan zeggen: Hief, je bent toch nog ontslagen? Ah, dat is toch enorm ja. zwaar. Een event, hè? Ja, oké, okay, ja. ja. Misschien dat jij. Ja, Ik dat een hele week. Ja, Jij vond dat week, cinema dan. Pas of? op, ik, ik, ik heb geen cinema gespeeld. Hè? Nee. Ik heb wel uh, heel die groep nog uh, ik had weer kunnen omdraaien, hè, want we hebben gewonnen. Ja. Ja? Ja. Ik kan niet zijn dat. Allee, we waren wel weer vertrokken, volgens mij. Maar voor het cirkelbestuur, een enorm lastige periode ook. Ja, het is dubbel. Voor u is dat vreselijk, voor hun is dat ook wel echt moeilijk, denk ik. Maar vooral, ja... Dat, zij wisten het al misschien langer en uw opvolger zat eigenlijk naast u op de bank. En, dat speelt ook allemaal uh, mee toch uh, ja ja, oh, ja. Dat is, ja. Dat is, dus, een, ik vind het een heel bizarre ontslag en ik snap dat dat voor u enorm kwet, ja, kwetsend moet geweest zijn of zo. ik weet het niet het is ja. zoiets waar als je het leest dat je je snapt twee kanten ja. ergens, vind ik maar... maar voor u is het sowieso het, het ergste. want jij, op ja, ja. een paar weken tijd uh -huh. gebeurt er enorm veel en dat moet mm, zwaar zijn ja, ja. dat moet aan u vreten als mens nee je. maar oké okay. ja. Je moet er doorkijken hè het voetbal hè het voetbal is er, echt... Ja, maar Wil je wilde wel je, trainer worden hè, als je dat allemaal ja, meemaakt. Ja, je, nu nu ben je er misschien wel een keer over na te denken. Ja, zo maar, naam met het net. Nee, 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 als ja. je zegt voetbal, ja. wat denk je als je over voetbal spreekt? Ja. En, op positiviteit. Ja. En, uh, sfeer ja. en, ja. en, en uh, schoon doelpunt. Ja. Uh, Adrenaline, kameraadschap. Ja. Uh, ja. Samenwerken, maar niet uh, op zo'n ding. dat moeten we proberen snel te vergeten. Anders. Anders gaat je morgen ook niet solliciteren bij een nieuwe club. Hè? Als je het niet meer zou ah, ja, nee. Die drive niet meer ja, zou Kort geheugen, belangrijk ja. in het voetbal. Ja. Geheug, ja. heel belangrijk. Maar kijk, alle, ik, wil, ik ben zeker niet de manager van Yves. Hij heeft er geen, dus misschien kan ik solliciteren. Maar... Ja, Bob Peters is uh, een cliënt hij van heeft... u en je hebt er geen enkele club gehouden. hij heeft een job gekregen dankzij mij. Dankzij mij. Bij Helmond Sport, hè? gelinkt aan KV Mechelen. Dus... Hij stopte er, okay, ja, okay. stopt er nu wel mee. Maar als je dan nu gaat terugkijken en je duikt wat terug in die carrière. Zo'n straffe dingen gedaan, dan zo'n trainer moet wel echt een schoon club krijgen, nog altijd in België. Helemaal mee eens. Ja, daar ja, geloven jullie er nog in? In wat? Daar, 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 dan in dan uw carrière? Ja. 100 procent. Ja. Ja, ik, 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 ik weet niet dus hoe dat ik dat moet bekijken. Soms is dat zo, zo van. Ik zou de juiste club in een bij kiezen. De juiste clubjes. En daarmee. NB. Ja. Zeker ja, met dat nieuwe format. Een, een ja, ja, voilà. club met wat ambitie in een ja, gedaan. He. Het zijn er geen twee die overgaan, hè? Dat moet nog onder worden. meer, hè? Ja, tot moet worden ja. worden. Ah, toch? Ja, ja, ja dat volgens mij. Ik ben niet, niet meer op de volgens, volgens mij volgend jaar ook nog altijd. Ook oh, nog twee? Ja. Bijna drie zelfs, hè? Twee plus één is het. Dus als je een ambitieuze club in 1B hebt en je kunt de voorbereiding doen. Ik denk ja. dat het de, 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 de onderste deel van 1A de en het bovenste deel van 1B de gaat veel meer verwateren. optimistisch zijn. Ja. En dan zit je in een mooi verhaal en dan kan er heel veel gebeuren. Maar ik zie nog mooie verhalen in eerste klas ook, hè? Zeker. Ik zie je daar ook nog een heel mooie, mooie club zijn. <laughs> absoluut. Ja, absoluut, ja, absoluut. Dus, ja. Het is je heel hard gegund. Ja, kom kom ja. nog eens langs, in de komende weken, maanden, ja. uh, om nog eens uitgebreid te praten over je spelerscarrière, onder andere, want ik zeg het... Ja, daar moeten we heel, het zeker nog over hebben. Daar is dat, echt heel is, veel, en de ja. mensen... Ik denk dat er heel wat luisteraars ook zijn die dat misschien niet bewust hebben meegemaakt, ja. die spelerscarrière. Wij hebben dat alle drie heel bewust meegemaakt. Ja, dat is niet eens helemaal, maar een belangrijk deel was ik... Uh, grote fan ook. Dus ik wou net zeggen, nee. zeker als ander anderlichtsporter. Ja. Nee, niet, niet onbelangrijk. Ja. Dat doe je soms nog het meeste plezier, hè, als ze zeggen van, goh uh, hij wordt een speler is <laughs> echt. Altijd met de <laughs> ja. mentaliteit, zo, truitje nat. Absoluut. Dus dat was al, was al, een mooie periode natuurlijk. Hè. Spelen, spelen, is uh, misschien. Uh, ja, 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 niet misschien, iets, sowieso het mooiste. Vergelijking met trainerschap <laughs> is dat spelen nog altijd nog wel. Ja. Uh, Zelfspelen is altijd een Niveau Zeker, Allright, if, Graag tot de volgende keer. Bedankt om erbij te zijn, mannen. Dankjewel. Jullie bedankt. Evert? Ik vind het heel mooi, want Evert zijn gsm is tien keer afgegaan en hij heeft dat gewoon genegeerd. Ik het hebben wel een grote ramp hier. <laughs> <laughs> uh, volgende week, uh, of je hier bent, Evert, of niet, zullen we wel zien, zeker? De volgende week onmogelijk, denk ik. Oké, okay, volgende week onmogelijk. Ja, uh, dat zijn we voor de is er week, wel ja. een mid-volgende week? Uh, dat denk ik wel, ja ja drie zijn Volgende week een, okay. dus, Vol, we een nieuwe de, de vorige keer was een zoon fox en nu zal tiefke zijn waarschijnlijk ja, ja, ja. <laughs> heb je een bijnaam <laughs> nee niet tiefke <uit. laughs> ik vind dat niet slecht eigenlijk of Kaja? <hijen> het gaat gebeuren, hè. Dat zal middenveld, ja, hè. Ja. Dat zal Fox willen in het middenveld, hè. Ja, jongen, echt. Dat kunnen niet aan de norm. Ja, doet ook Kajadouk nog zo'n jacht in de spits, maar ook in het middenveld, hè, Nee, nee, misschien? dat is waar. Kijk, Kaja... Volgende week is er een nieuwe BitMid. Kaja Winkelmans, die gaat er oh. waarschijnlijk dan oh. nog wel zijn. Maar tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en kijken. Salut.